Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij een nieuwe livestream. How is it going? Holy shit, het is net alsof mijn arm daar doorloopt. Maar dat is de been van Robin, want Robin is er ook weer. Vandaag wou ik heel graag met Robin Microsoft Flight Simulator 2024 spelen. Dat had ik al een tijdje een beetje op de planning staan. Maar dat is niet mogelijk, want de game die heeft heel veel inlogproblemen. Ze doen nu de game wat kleiner maken en heel veel over het internet. Heel veel met streaming, met live streaming. En dat is iets wat helaas de hele servers heeft gebroken, waardoor je er niet in komt. Dan krijg je elke keer, error hier, error daar. Nou, dat is te veel. We kunnen dat niet gokken en de hele tijd maar gaan wachten erop. Dus vandaag geen Microsoft Flight Simulator, waardoor wij een snelle tweede optie hadden natuurlijk. En ja, daar zit ook haast bij. Daar zit zeker haast bij. En dat is het creëren van, of het verzamelen van clipjes van funny moments de laatste 2 jaar. Het was 3 jaar, maar nu zitten we onder de 2 jaar. Dus ik ben überhaupt al heel blij dat ik nu al zo ver ben gekomen. Want het was er zat meer dan 3 jaar tussen wat ik moest verzamelen. En nu nog een jaar en 2 maanden. Of een jaar en 2 maanden. Een jaar en 11 maanden. Dus dat is wel echt heel nice dat ik al zo ver ben gekomen. En ja, als Flight Simulator niet werkt, sorry Microsoft. Ik weet, Microsoft die is nog steeds lekker aan het partneren met ons en zo. En de Game Pass mogen we gratis hebben. Maar dan komt er geen Microsoft Flight Simulator vandaag. En dan gaan we gewoon nog even chillen met deze heerlijke clipjes van de laatste jaren. Ja, wie weet zit er wat leuks tussen wat er is gebeurd in de laatste 1,5 jaar. Voor een mogelijke intro, een nieuwe intro gemaakt met AI. Maar laat het je niet schuin lopen van, oh my god, hij heeft AI gebruikt voor de muziek. Want ik kan je wel zeggen dat daar meer dan 10.000 generations op zitten. En dan begint het al een beetje te lijken, ondanks dat zelf muziek maken natuurlijk nog steeds meer skillful is. Maar dat je echt, echt, echt bezig bent met keuzes maken. En je bent eigenlijk in een soort casino aan het hopen dat het precies hetgene doet wat je wil. Hoe het klinkt en welke richting het opgaat en zo. Uiteindelijk heb ik het ook nog gewoon zelf in programma's geëdit en zo. Met mijn mixing en ik heb dingen weggehaald en ik heb mijn eigen effecten eroverheen gedaan. En ik heb met allemaal layers gewerkt en alles erop en eraan. Dus er komt nog ook veel human crafting bij kijken. Maar natuurlijk met de support van AI hebben we een intro nummer gemaakt. En ja, dat is bijna een soort James Bond-esque iets. En ik wil eigenlijk ook, als ik er de tijd voor krijg, wil ik een soort James Bond-overgang van clipje naar clipje maken. Weet je wel? Bijna zo'n James Bond-intro die altijd heel erg cinematic is, maar ook heel alles transition door elkaar heen. Dat wil ik eigenlijk ook in mijn intro fixen. Maar op dit moment moet ik nog de allerleukste clipjes bij elkaar verzamelen. En we hebben wat kanshebbers van clipjes die de kans maken om gefeatured te worden in de intro of de outro. De nieuwe, want de intro en outro op dit moment die is nog van 2021, 2020. En ja, ik wilde weer een nieuwe stap. Ik wil weer een mooie frisse wind en daarna weer een frisse wind door al deze scènes en zo. We hebben nu dus helemaal de audio gefixt vorige week. Wat ook echt super sick is trouwens. De nieuwe dual PC audio setup lijkt dat is nog cleaner en nog beter. Wat dan ook. Dankzij Elgato natuurlijk. Elgato is echt goud gewoon. Is echt golden standaard gewoon Elgato. Ja, proberen we stapje voor stapje het zelf te doen. Sommigen die huren 1 miljoen mensen in en dan doe je het niet echt zelf. Maar ik heb hier ook passie in, dus ik wil dat ook. Helaas, dat clipjes verzamelen doe ik normaal gesproken buiten de stream. Maar omdat daar dan net niet genoeg tijd is om dat constant te verzamelen. Ik ben ver gekomen, maar om dat wat te versnellen in ieder geval, doen we dat zo nu en dan nu ook even op de livestreams. Dat betekent ook dat je zelf input hebt. Vind je nou iets heel leuk, dan kan je aan de bel ringen in de chat. Je kan namelijk eventjes je eigen mening erover geven. Ik heb gewoon een simpel cijfersysteem dat ik gewoon even naar rechts kan kijken en kan zien wat erbij komt, wat jullie vinden. Onmogelijk mijn eigen mening te overwriten, ja of nee. En dat is het cijfer 0. En dat is dat het gewoon een dikke vette 0 is. Zo'n kutclip. Het is niet leuk, het is niet grappig, het zou het niet waard moeten zijn.
Dat is het cijfer 1. En dat betekent dat van ja, dit was gewoon funny genoeg of leuk genoeg. Want het hoeft niet eens funny altijd te zijn, hè? Het kan ook gewoon interesting zijn. Van dat was wel een legendarisch moment van Spooky 1611. Dat zou eigenlijk er ook tussen moeten. Dat helpt ook allemaal. Lukt het allemaal, lieverd? Ja. Je was zo lang aan het staren. Ja, ik probeerde te lezen. Maar... Oh. En we hebben ook een 2. Het cijfer 2. En als je het cijfer 2 in ieder geval hebt, dan is het een kanshebber voor de intro-outro. Betekent niet dat het het gaat halen. Wie weet, in deze 1 jaar en 11 maanden zitten er zulke legendarische clipjes dat bepaalde weer uit de boot vallen. Maar in ieder geval zet ik ze dan even in de timeline of naast de muziek in de timeline, zodat ik ze uiteindelijk kan gaan gebruiken of een stukje ervan kan gebruiken. Want dan alsnog is er mogelijk niet genoeg tijd om dat hele clipje te gebruiken. Dus wordt het mogelijk een klein stukje van het clipje. En de rest van maken. Dat mag op het tegeltje. Hoe dan ook, ik ga weer eventjes met jullie fixen. En je mag ook over andere dingen praten. Het is gewoon een chill stream. Ik wou Flight Simulator doen met Robin hier achter mij. En... dat zou heel grappig zijn. Nieuwe Flight Simulator, heel veel coole functies. Nog cooler om de wereld te ontdekken. Maar ja, doordat de nieuwe internetstreaming in plaats van lokaal een 300 GB bestand te maken, dan is het al helemaal één groot drama. Dus ja, dan moeten we bij een andere keer gaan doen. Let's do this. Big Memes zegt op TikTok, hey vriend, hoe is het? Gaat oké, okay, Big Memes, hoe gaat het met jou? Je hebt grote memmen. Memmes. Wat is er? Kijk je. Jij? Oh, nee, kijk mij aan. Nee, die Big Memes. Oh. Ja, ik zocht naar affirmations, sorry. Ik ga gewoon op zoek. Yo, what up, Snow? To seek help. Oké, dan snap ik waarom ze 20 kilometer heeft gelopen. She walked about 20 kilometers and reached the district of Cabin Buri by 5 a.m. Thankfully, she was able to contact the local police who asked her to ring her Ik denk husband. Dat het helemaal niks is. En daarom is het extra handig dat tegenwoordig iedereen een mobiele telefoon heeft. Get ready. Oh, 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 oh. Dat was zoveel onzin. Dit heeft Siebentje gedingest. Nou... Baan 9 is cancelled dank Lorzonix op 1 januari. Love dat. Dit is een jinx, zeker. Iemand heeft dit geklipt. Juist. Please, ja, doe dit vloeiend, want Henny wil mij stelen. En Henny. Ja, dat is wel een beetje moraal van het verhaal, hè? Nou, elke keer wanneer een Henny-clipje is, dan ineens zie ik Henny in de chat. Dat is zo raar, alsof hij spant door middel van dat clipje. Nou, Henny valt er ook vanaf op 1 januari 2023. Er is niks veranderd in bijna 2 jaar tijd. Ja. Hatelijk. Hatelijk. Verandert in de top? Ik denk het niet. Maar we kijken op een gegeven moment naar alle racewinnaars tot nu toe. En dan zien we... Oh, wat gebeurt hier allemaal? Hey, never mind. Hey. Ik bedoel, ik wou gewoon naar alle racewinnaars tot nu toe. En nou ja, tot nu toe. Het is gewoon... Wat gebeurt hier? Het is a done deal. Het staat 14-9 voor de... En de winnaar is... Kijk, het jaartal. Neckar. Boom. 4 mensen precies dezelfde tijd. Holy shit. Ik had... Huh? 4 mensen precies dezelfde tijd terwijl we hier zitten? Kan je een screenshot van maken. Dit is het. Alle racewinnaars van 1 januari 2020. Oh, yeah. Ja, dat was even grappig nu voor ons. Maar ja, dat... Oh, kijk, ik had hem meteen veranderd aan het eind. Ja, dat... Oh, je zag hem switchen. Oh, ja. Dat is heel droog. Maar niet droog voor een clipje of wat dan ook. Marokko op het WK voetbal. Pak jij hem wat gewoon. Wat doe jij? Jij hebt de tweede Battle Royale gewonnen. De meeste eliminaties gaan naar Jasper. Framework. Jasper. Of meeste kills. Oh. Dit is er ook één. Oh nee. Ja, precies. Oh, hij is gefixt. Ja.
Het licht is gefixt. Hey. Ja, kijk, zelfs het zorgnoodbureau. Dankjewel wie dat heeft gedaan. Zie dat? Oh, Gemma! Holy shit! Met 5 gifted zelfs subs. Toen. Ben je dronken? Dat was wel 1 januari. Hé, hey, we gingen hier voetbal spelen. Daaronder. Mijn internet is lekker bezig. Wat gebeurt er allemaal, Thomas? Ik heb 0 drop frames. What is happening? Ja, en hij is weer back to the fold. Dankjewel wie dat heeft gedaan. Oh, Semaf! Oh, dit is hetzelfde. Oh god, oh god. Oké. Okay. Niet lang nek haar. Oh ja, god, ik hoor hem niet. Zo, die hele camera die beweegt mee. Die helm valt van mijn hoofd af. Ik kan nu niet op de eerste staan. Waarom niet? Johnny Langnekhaar, dat was hoe we 2023 ingingen. Waarom lach je daar de hele tijd om, die naam? Ja. Langnekhaar. Holy shit. Precies ja, Johnny Langnekhaar. Dat we de GPM-winner hero hebben geout, gefixt. Een applausje voor Johnny Langnekhaar. Samaf, dank je. Hij heeft hem helemaal geklipt, Samaf. Een minuut lang. Het zit kapot, dus. Ik heb hem ook gekloot. Ja, maar je bent ook heel droog zonder dat je dat door hebt. Dat is wat je ook in die video merkt. Ja. Dat je dan soms dingen zegt. Wat heel droog is. Ah. Helemaal buiten adem. Zoals in die F1-video toen. Blind rijden. Ja, blind rijden was wel echt piek video. Nou ja, ik denk niet dat dat erin komt. Dan is het gewoon mijn daar zit Beppe. Oh ja, jij gaat op de stream, op de Steam Deck, sorry. Op de beeldscherm, kan dan. Oh, jij deed andere dingen gewoon. Never mind, jij deed gewoon andere dingen. Oh, daar ben jij. Oh, daar ben jij. Oh mijn god. Hey, holy shit, zou ik de Steam Deck kunnen gebruiken als... Oh nee, never mind. Zeg ik nou weer Steam Deck? Wat gebeurt hier en waarom heb jij dit geklipt? Waarom heb ik dat geklipt? Ja, jij zit gewoon. Hoe klip ik dat? Ja, daarom. Hoe klip jij terwijl jij zit? Kan iemand dat mij vertellen? Hij laat 5 seconden en dan gaat hij weer 10 seconden haperen. Nou, je krijgt alleen maar meer problemen met de Twitch Play. Een hele goede nacht even in Rockboy. Alles goed? Ja, hoe heb jij die geklipt? Ja. Deze heeft 7 views. Loopt hij weer vast? Nee, dit is... Oh, daar ben jij. Ik ben niet aan het luisteren. Oh, daar ben jij. Oh, mijn god. Hey. Hetzelfde. Shit. Zou ik de Steam Deck kunnen gebruiken als... Oh, nee. Jij hebt hem geklipt en ik heb hem geklipt. Dat is echt super fel wat Robin krijgt, want die heeft een... Oh, ik werd geflashbacked. Weet je hier geflashbacked? Ja. Maar je schrok er niet heel erg van. Nee. Dat is dus... gaat zijn gangetje goed om te horen. Hello, Sander is hurting. Wel maar fles. Robin van Hees. Sander niet kerven. Oh, jij deed dat. Niet doen. Ik heb echt al pijn in mijn buik. Gewoon van het streamen. Ja, ik heb vandaag. Ja, jij deed die. Ik merk dat ik het niet vol kan houden. Jij deed die. Hij was hurting. Dus jij bent de winnaar niet uit. Van de tweede. Heel stabiel. Dit is leuk. Dit vind ik zo leuk, Jatzee. 235. Kijk dan naar Robin haar scoresheet. Wat een stabiliteit. Dat doe je zo goed. Ik ben ook heel goed. Je bent echt heel goed. Nou, ik heb alle good luck uit jou gezogen of zo. Oh, nee. ik heb alle good luck gekregen van Sander. Dan gaan wij naar game nummer 3.
Nou, ik weet niet of die kan. Nee. Die is misschien nog wel heftiger dan gisteren. Ja, dat is mijn vraag. Ja, precies. Dat zijn de regels die wij hier doen. Dus dan doen we dat. Bovenste rij is gevaarlijk. Holy shit, je had veel tweeën. Four of a kind. Kom nog niet. Je hebt ook je full house laten liggen nog. Dus als je twee van hetzelfde hebt, kan je ook. Ik heb ook echt internetproblemen. Het zal wel zeker over Twitch zijn. Oh, misschien is het er. Nee. Hoe kom jij zo makkelijk aan Yat C? Ik heb Yat C. Dat was zo droog. Wil je die? Of niet? Nee. Nee? Oké. Ja, misschien vanavond niet meer. Oh ja, je werd heel boos hierop, hè? Jij werd zo boos. Kijk, weer een 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja hoor. Hell fucking yeah. Ik heb 1. Jij hebt er 3. Ik heb er 1. Je zit in een concert. 3. Ja, dat is dus die echo wat ik uitlegde. Dat die steeds heftiger wordt. Omdat het zijn twee verschillende files. Dat moet eigenlijk door één ding. Ja, is goed. Dan hoef ik niet. Wegrennen voor je. Leuk. Maar niet leuk voor Clipje? Nee. Hele tunnel. Ik ben alleen maar voor geel aan het spelen. Ja, ik heb 0 dropped frames, dus mogelijk is Twitch aan het kutten. Jij gooide 3, dus jij moet even 3 verplaatsen. Misschien is het Elon Musk die aan het DDoS is, de Twitch servers, want die gaat ook zoeken. Een keer geel, blauw, rood, groen. Nee, hoeft niet hoor. Dat begint echt laat te worden. Hou die DJ Steen, nou je doen. Ja, maar ik vind dat leuk. Als homebase, als je helemaal langs de danger zone moet in het complementair, maar kruis denk ik ook wel leuk. Oh mijn god. Ja, maar ik dacht dus van... Wat gebeurt er? Oh, King Rioni, die... Oh my god. Het blijft nog even spannend. 4. 1. Ik vind het rete spannend. Ik ook. Verdikke. Het is gewoon een 1 tegen 1. Ja. Ik gooi alleen maar 1. 6, oh... Jij gaat gewoon... Was dat ze? Oké, ik geloof het. Ja? Ja, voor hier. Ja, oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 zo. Nee, ik had het gevoel dat je... Geen idee. Als het toch verandert, dat we toch weer kiezen voor online. Zo ook zomaar online. Oh ja, wij gingen daarna offline Yat C. En dat was de gekste resultaat ever. Dat zit hier redelijk in donker. En nee, dat is geen teken dat je die ding aan moet zetten. Dat wou ik ook niet doen. Ladies and gentlemen, people, dat was hem voor... Zit ze weer. Dat was... Als je dat ziet... Ja. Nee, wel. Dat zag ik. Ben ik nog op tijd? Ik ben helemaal blind. Okay, ja, dat zag ik. Echt heel grappig. Ja, deze heb je met mij geklipt. Groen op geel heb je ook nog later geklipt. Kijk ik hoe laag ik zit. Ja. Kijk hoe laag ik. Je bent toch nog niet bij mij in de buurt. Dus ik heb nog een ronde kant. Groen maar op geel. Hier wel als je 3 gooit. Ja, nou dat idee. Maar dat zijn jouw teams. Ja, maar dat is jouw. Ja? Ja. Waarom verplaats je die van mij? Jij zei dat moest. Maar jij let ook gewoon niet meer op. Ik denk gewoon wat jij zei. Ja, jij was zo van, zie nou, je gooit 3, zei jij. Ja, dus die kan op die. Ja. Dus ik doe dat gewoon en ik zit daarnaar te kijken en ik denk, maar dat zijn jouw twee teams. Ik ben rood en blauw. Ja. Je bent gewoon jezelf. Die vind ik wel leuk voor in het mapje, maar niet leuk voor in een intro. Want je hebt geen flauw idee wat er gebeurt en het is een beetje echo-y en zo. Ja. Maar de opkomende clipjes, die waren wel echt die. Ik hoop het. Ik denk wel echt dat die goud zijn. Ik hoop het. Daar zaten zulke zieke momenten in. Ik hoop het echt heel erg. Dit is Ludo, toch? Zo noemen ze dat. En dan doen we Friendly Fire, noem ik het wel. Ja. Wist je trouwens, mijn allereerste clipjes, die komen uit 2018... die ik heb geklipt. Cool. Helemaal... Huh? Ineens staat Ludo eronder. Nice. Kijk, allemaal Far Cry 5 met Snowdude. En daarna A Way Out.
En ik heb zelfs nog Sea of Thieves. A Way Out is ook een leuk om te spelen. Maar wij moeten nog die andere even uitspelen in privé. Hier, Timo zelfs, een autoglitch. Ja. Alles van de intro en outro staat hier, zie je dat? Cool. Hell let loose, sneaky. Oh, dat is ook zo'n grappige waar Snowdude door duizend stukjes in Hell let loose, die ik je toen liet zien. Dat hij zo helemaal doormidden ging. Yeah. Oh my god. Maar die heb ik niet in de intro outro gedaan, omdat ik dan bang ben dat ze me meteen demonetizen. Want ja. Wil je dat? Ik krijg het best wel warm. Oh, ik niet. Okay. Maar doe maar. Ja, als je het warm krijgt, dan gaan we gewoon meteen. Wat slim van jou, Thomas, om naar de YouTube-stream te gaan. Omdat Twitch eventjes een probleem heeft, maar dat je gewoon op Twitch blijft chatten. Robin heeft last van opvliegers. We hebben Google gevraagd, gebeurde niks. Maar daar ga ik even een TikTok van editen, want ik heb het opgenomen met mijn mobiel. Het was zo ongelooflijk grappig. Geen t-shirts bij me. Heb je geen t-shirts? Ja, een werkshirt. Oh. Die ruikt naar frituur. Ik wil toch gewoon even kijken hoe dat er dan uitziet als je dit op 1080p full screen doet. Nou, dat is toch prima. Dat is prima te doen, 1080p. Ja, kan je dat lezen? Dat onze score sheets. Full screen. Dat is nog meer prima. En hoe is de? Ik word. Ja, hallo. Wil je het zien? Robin en Sanderception. Holy moly. En dan? En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Woep. En nog een keer. Woep. Woep. Leuk. Je reclame begint zo. Ben je niet geabonneerd op je eigen kanaal? Wat zeg jij nou? Oké, dat was Robin. Dit was heel random, dit. Dit vond ik random in ieder geval. Even gemotiveerd willen. Oh, echt? Oh, sorry. Ja, ik was even logisch aan het nadenken. Maar inderdaad, straks heb ik geen 1, maar een 5. En dan moet ik een 1-5 opschrijven. Ja. That's true. Maar je hebt wel een grote kans dat er ook nog een 1 tussen zit. Of een 2 tussen zit. Of een 4 tussen zit. Dat heb je wel. Ja, geen jatsee. Weet je. Oh. Ik gooi jatsee. Ja, weet je. Gooi ze drie erbij. Wat kut. Dit was echt amazing. Helemaal twijfel. Instant Yahtzee. Gooi je gewoon 3 drieën erbij, terwijl je al 2 drieën had. Goed, hè? Hoor je twijfel? Ja, ik was even logisch aan nadenken. Maar inderdaad, straks heb ik geen 1, maar een 5. En dan moet ik een 1, 2, 3, 4, 5. Grote straat, kleine straat, nee. Maar je hebt wel een grote kans dat er ook nog een 1 tussen zit. Of een 2 tussen zit. Of een 4 tussen zit. Dat heb je wel. Ja, ach, ja, weet je. Oh. Ik gooi Yahtzee. Ook echt die nonchalantie van. En want je had volgens mij nog maar 1 beurt om te gooien. Ja, dus je dacht, ja, weet je, als er dan een 1 bij zit, schrijf ik een 1 op. Ja. Maar. Ja, nou ja. En dan het beste. Het beste even wat mogelijk is. Raken. Ik ook een Yahtzee. Ja. Voor Yahtzee, back-to-back Yahtzee. Zoals een back-to-back racewinnaar in de Grand Prix of Marvel's Championship. 3. Ja! Een beurt naar jou, Yahtzee, yeah. Hè? Fuck instantly. Yeah. Oh, mijn god. Back-to-back Yahtzee. Dit doe je echt. Back-to-back Yahtzee. Ik mag niet naar dat spel. Back-to-back Yahtzee. Oh, jij begint ook helemaal oer. Chanten. Damn. Back-to-back Yahtzee. Back-to-back Yahtzee. Ik heb niet het gevoel dat ik aan het typen ben. Hallo. Maar je gaat voor of kan je. En dat doe je. Dat doet hij. Gaan we weer een back-to-back. Als we nu weer back-to-back Yahtzee doen. 2 keer achter elkaar. Dan is dit script in het leven. Ja, leven. Dan is het leven. Is het leven script. Leven script. Het leven moet even echt zijn. Is het leven echt? Nee! Weer back-to-back. Het leven is niet echt, jongens. Het leven is niet echt. Wat is dit voor script? Gebeuren. Weer back-to-back, Yahtzee. Ongelooflijk. Nou, die mag er ook wel in, hè? Ik zie DJ Steen en Slimme Thomas. Dat moeten we nog een keer gaan doen.
Ja, vind je dat leuk? Gewoon zo'n gezellig avondje rond... dat is wel weer zo'n december of rond nieuwjaar gezellig warm avondje. Ja, dan ben ik bij jou. Ja. Nou, wat leuk. Ja. En ik heb ook die camera. Ja, en die? Wel in 27p, maar... Ja. Goeie. Dat is beter dan de handy, denk ik. Ja, nou, die kan wel lekker zoomen, zodat je dat goed ziet. Maar als we gewoon een klein statiefje doen en we doen gewoon hem wat dichterbij... Die kan ook zoomen. Ja, maar die deden we van heel hoog. Die doen we heel hoog. Ja, ja, ja. En die kan je dan wat minder hoog doen. En dan heb je inderdaad heel duidelijk beeld. Ja. Dus dat komt wel goed. Nou, back to back keer 2. Wel cool. Zo goed. Maar ja, zij won. En hoe dan ze won... Dan moet je die bonus zijn je voorbij laten gaan. Fix je die Yatzee niet zonder dat er een 3 als overschot is. Dan kan je gewoon Yatzee doorkrassen. En op dit moment ben je goed op weg naar Yatzee. Wordt dit de gok van de eeuw? Wordt dit de gok van de eeuw? Het wordt. Oh! Het wordt de gok van de eeuw. Holy shit. Dat kan echt niet hoor. Dat kan echt niet. Ik voel het nooit. Ik had hem gewoon, zeg maar. Qua score had ik echt een gevoel van... Het kan voor mij niet meer fout gaan. Behalve als je iets echt 0,01% kans doet. En ja. Wat doe jij? Ik zei al van... Nee, maar jij hebt gewonnen. Jij was al helemaal boos en geïrriteerd. Van nou, jij hebt gewonnen. Dan moet je niet... Kijk hoe je er überhaupt bij de eerste seconde bij zit. Ja, maar ik was aan het nadenken. Ja, maar kijk. Dan moet je die bonus zijn je voorbij laten gaan. Fix je die Yatzee niet zonder dat er een 3 als overschot is. Zie je sadness? Dan kun je gewoon Yatzee doorkrassen. En op dit moment ben je goed op weg naar Yatzee. Wordt dit de gok van de eeuw? Wordt dit de gok van de eeuw? Het wordt. Oh, oh, love it. De gok van de eeuw. Ja, dat was de gok van de eeuw. Ja, eerlijk is eerlijk. Dat was nog erger dan mens erg je niet, zeg maar. Dat je dan op het laatste moment toch het helemaal omgooit. Ja. Dit was letterlijk nog 2 keer erger eigenlijk. Zo goed. Zo goed. Mooi moment. Snowdude die doet ook gewoon op YouTube even commenten. Ja. Hij doet kut Twitch. Ja, ik zie de ene op YouTube, de andere op Twitch reageer. En op dit moment ben je goed op weg naar Yatzee. Wordt dit de gok van de eeuw? Oh, dit is hetzelfde. Wordt dit de gok van de eeuw? Nou, nog een keer. Het wordt. Oh! Het wordt hoe de gok van de eeuw. Holy shit. Hoe is dat mogelijk? Wat heb jij nou? Ben je aan het bevallen of zo? Oh, waarom doet die error? Oh, er werd er nog een keer geklipt. Nou, niet per se extra. Als zij nu Yatzee gooit... Oké. Als zij nu Yatzee gooit, dan wint ze waarschijnlijk het potje. Dan mag ze 100 punten erbij doen bij Yatzee. En dubbel ze mag Yatzee. De grote straat meteen invullen als joker. Dat zijn de echte regels. Dus als het een Yatzee is, dan win jij het potje. Buiten alles om. Dat geluid van jou. Dubbel Yatzee, gewoon. Oh mijn god. En ik verlies. Wat? Dat was echt zo ziek. Ja, die dubbele Yatzee en dan ineens 100 zoveel plus punten. In de allerlaatste ronde. In de allerlaatste ronde die we gingen doen. Ja, dan was het klaar. Wat een overname. Niet normaal. Ja. Hey, met pisvlek Nederland zelf dan. Zullen we de clipjesmaker even outen? Heeft iemand een clipje gemaakt om de clipjesmaker te outen? Maar dit was de enige clip, dus... Huh? Hij doet het weer. Hey, we zijn er weer. Ja, nou, niks. Oké, dankjewel, Damien. Heel cool. Hey, Dirt 3. Ken Block, die guy van Dirt. Ah, toen was Ken Block net overleden. Zo sad. Daar rij je mee in de auto van Ken Block. Ook een goede vriend van mij. Zit hij ook niet in een Need for Speed, Ken? Ken niet. Oh, Ido heeft ook mega problemen.
Oh, Odido ook? Oh, god. Nou, er gaan nog gekke dingen gebeuren, hoor. Met het internet en de wereld, geloof ik. Oh. Dit was zo droog. Ik val, to be honest, nooit op mensen daar. Nee. Maar dit was wel heel toevallig. Ja. Dit is een eentje van mij. Ja. Oh. Zijn we weer, zegt Thomas. Nou, als je Twitch-problemen hebt, Thomas, de kijkervaring van de Twitch-service is het moment even een beetje kut. Maar je mag hier wel chatten in de Twitch-chat. Ik zie dat veel mensen in de Twitch-chat gewoon blijven connecten. Dat krijg ik als ik naar jouw Twitch ga. Oh, dat is mooi. Robin die ziet gewoon volledig zwart. Maar überhaupt elke live. Oh nee, maar mijn hele... Je hele internet mijn is hele eruit. Internet. Oh, je hebt geen internet aan. Jawel. Oh, wel. Maar de wifi niet. Nee, die heb ik net uitgezet. Oh, die had je net uitgezet. Oh, ja, je Odido werkt niet. Klopt, je 5G werkt niet. Jeetje. Nog geen last gehad. Bedoelde meer zijn we weer naar gisteren. Oh ja, we wouden Microsoft Flight Simulator doen, maar... servers werken niet. Dus dan gaan we nog even verder, hè. Dit wil ik zo snel mogelijk klaar hebben en even lekker lachen. En is ook gezellig. Volgende. Automobilist daar weer. We hebben wel een aantal goede drivers nu erbij. Zoals deze guy voor ons. Met bijna 300 ping. Dat is bijna ook een, iemand die het wel echt kan, zeg maar. Oh. Kan iemand dat snappen? Oh mijn god. Geef iemand een groot compliment. Dat is wel iemand die het kan, hè? Dat is wel iemand die het kan. Dat is wel een pro. Wat is er? Oh, dat gaat ineens omhoog. Ja, maar wat raar dat Twitch ook, helemaal raar doet met de player. Voor bijna moment. 300 ping. Dat is ook een iemand die het wel echt kan, zeg maar. Oh. Ja, maar beter geklipt, zo te zien. Maar, kan iemand dat snappen? Maar die andere vind ik wel cooler. Nou, nu is het net alsof ik dat expres doe. Ik rem gewoon. Sorry. Daar kan ik echt niks aan doen. Het spijt me zo. What the fuck? Ik bleef maar glijden over die freaking... over dat freaking gras. Dat eerste, daar gewoon terug. Nee, dat gebeurt niet veel. Volgens mij Ralf Schumacher. Oh ja, leuk is dat. Was er niet goed in, maar was wel leuk. Zullen we Jos Verstappen doen? Jos Verstappen. Niet nee, dat die... Niet alleen maar. Het was Jos. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, gek? Oh my god. Get ready. Hoe is het mogelijk? Het jaar 2014 was niet het laatste jaar. Nee, is een ander. Nog minder punten dan 138 en nog minder GP's dan 128. En voor de rest alles nul. Oftewel, dan moet je wel heel erg weinig moet deze hebben. Nee, uitroepteken play met door waarschijnlijk Thomas. Nul punten en ergens even er tussendoor. Ergens tussen 2007 en 2014. Di Grassi. Oeh, het laatste jaar. Nee, gebeurt helemaal niks. Holy shit. De man die later nog een tijdje testdriver werd. Marc Genet. Van 99 tot 2000. Nee, gebeurt ook niks. Storm had dat gedaan. Weghorst is niet 26. Wie is de voetballer? Nee, dit ben ik niet. Nee, ik ga niet alles voorzeggen. Mijn god. Moeten we dan deze kant op? Hee Chan Won. Nice. Ja, oké, weer voorgezegd. Alex VM meer. Het is ook geen Alex VM meer. Het is gaming. Zit hij daar nou nog steeds? Dat heb ik nog nooit gezien zo erg. Hey, Gaming Fox 33. Waarom zit je daar nog steeds? Maar je bent weer teruggegaan.
Godfather Cam finished ook zelf. En dat betekent dat we een triple crown world champion hebben. Terwijl... Nee. Dat is Thomas Dick. Oh, echt? Hij zit daar nog steeds vast in die snelle. Nee joh. En weer. Kijk hoe het hier is. Helemaal terug. Hij gaat het zelfs weer in. What the fuck. Gaming Fox. Ja. Die doe ik wel. Die doe ik wel. Want dat, ik heb nog steeds geen ergere tegengekomen die zo lang daar vast bleef. Gaming Fox wil terug. Ja. Dat is het enige wat ik denk. Dit is echt degene waar Reverse Racing, zo is die geklipt. Als Hell Reverse yeah. Racing. Dit is echt degene waar het omgekeerde van racen heeft zeg maar, van hem geklipt. Godfather Cam finished ook zelf. En dat betekent dat we een triple crown world champion hebben. Terwijl... Nee. Hij zit daar nog steeds vast in die snelle. Nee joh. En weer gaat hij helemaal... Roberto Carlos, dat is toevallig. Ik denk dat we hem daar willen curven. Maar ik weet niet hoe ver ik naar buiten moet richten. Misschien dit. Zoiets. Misschien? Buitenkant? Nee, binnenkantje. Oh, ja. Oh, wat een mooie. Wat een mooie zeg. Oh, wat een Roberto mooie. Carlos, behave. Wat ging die lekker in dat hoekie. Die vond ik wel echt heel clean trouwens. Die vond ik wel echt heel mooi. Ik denk dat we hem daar willen. Zoiets. Mijn twijfel maakt hem nog leuker trouwens, het clipje. Oh, wat een... Begint het weer te hagelen? Of is dat mijn toetsenbord? Je toetsenbord tikt niet meer. We hebben nieuwe switches in mijn toetsenbord. Heeft maar €18 gekost. Maar dit keer zijn we voor de Ultra Silent Ones gegaan. Roberto, Carlos, Verrehoek. En die hoor je niet meer. Dus als je last had van mijn typgeluid door deze microfoon... Not anymore. Not anymore. We hebben hem ook helemaal zwart gemaakt. Haha. We hebben hem helemaal zwart gemaakt nu, het toetsenbord. Dit is die aluminium toetsenbord. En dit is het geluid. Oh, muziek moet even uit. Sorry, ik doe de muziek even stop. En ik doe in de microfoon dat je alles blijft horen. En ik doe de ruisverwijderaar weg. Dus nu hebben we gewoon clean output die altijd aanstaat. Dit is hem. Zoveel lawaai wat jij maakt. Oh, sorry. Jeetje. Ja, hele buren worden wakker van dit ding. Ja. Ongelooflijk. Ja, I'm sorry. Ik zou überhaupt de muziek uitzetten. Ik snapte niet waarom... Thomas, die zegt een keer niet. ASMR. Ja, deze is dus... Je hoort hem bijna echt niet in real life. Dit was nog een versterking. Je hoort hem totaal niet. Maar hij raakte maar de min 40 dB aan. Wat dus echt heel luid. Ja. Of helemaal niet luid is. Dat is echt crazy. Rallycross. Half gravel en dat soort dingen. Dus ja, ze hebben deze Formule 1 auto ook meteen ready gemaakt ervoor. Huh? What the fuck? Oh, dat was heel laggy blijkbaar. Heb je plugins? Goeie. Ja, ik heb alles weer aangezet. Alles staat weer zoals het hoort. Wat gebeurde? Ik heb geen idee, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het ook leuk. Ik vind het heel leuk. Dikke explosionos. Aan S2 Aston Martin James Bond Transformation. Dat is hoe ik hem ga noemen. Wat gebeurt hier? Een Aston Martin James Bond Transformation. Kijk, hier kan je letterlijk gewoon alleen dit doen en je hebt gewoon grappig voor de intro-outro. Als je dit doet. Ja. En je doet een...
Bijvoorbeeld dit. What the fuck? Gewoon zo. Oh, dat is niet de delete knop bij deze. Ik ben het nu weer gewend. Dat hij ernaast zit. Ja. Yeah. En je doet een zoom op mijn camera. What the fuck? What the fuck? Ik bedoel, dat is een heel, heel kort stukje, weet je wel. Dat soort dingen kunnen makkelijk in een intro. Oh my god. Dat was droog. Dat was heel droog. Ja, was het droog? Abu, 2/10 boven mij. Lekker hoor, van Abu. Oké, ik... Oh. What the fuck, de dimer? What the hell? Het is Jezus die uit de lucht komt vallen. Huh? Oh, daar gaat hij. Die vind ik net iets minder visueel grappig. Mm-hmm. Dat voor mij dan een eentje is, weet je wel? Ja, snap ik. Omdat die andere visueel gebeuren meer elementen. En dat weet, is gewoon pikt leuk. Weet hij nog wat van die champagne druppels? Het is de bedoeling dat je dat niet solo geklipt. Doet, hè, Cody Power. Ja. Een piramide maken. Niet iedereen kan daar mee doen. Heb je To Hogwarts en Beyond? Het is zijn journey als hij aanwezig is en het ziet om het tegen te houden. Heb ik de microfoon weer aangepast bij deze? Volgens mij wel. Ja. De VST's, zeg maar. 1-0 voor de subs ten opzichte van de non-subs. Goed gedaan. Well done. I'm proud of you all. Sub. Nou, dat was het. Sub. Ja, hij eindigt daarmee. Ja, leuk spel. Nou ja, uniek, man. Even kijken of er echt wat gebeurt. Oh ja, Jafs. Die hebben gewoon allemaal een computer ervoor gebruikt. En dachten, whoop, nu is het klaar. Ready. Oh, je die. Holy shit. Oh my goodness. Zag je dat? Oh. Dat is deze beter geklipt. Ready. Eigenlijk... Ja, die is te kort voor mij. Ja, leuk spel. Nou, ik doe deze. Uniek, man. Ik heb nog nooit een marble op marble bounce meer meegemaakt. Misschien moet ik hem vragen, kan je ook een unieke game verzinnen? Marble on marble bounce. Die is zelfs bij de developers hun top 10 gekomen van de maand. Echt? Ja, dit clipje. Nice. Dus dat, ik herinner die. Ja, nou, To Hogwarts en Beyond, zei jij. Oh, die ging... Huh? Ging door de muur. Ik wil ook. Holy shit! Nou, ik mag niet. Dat was het droogste tikje. Dit is dus hoe Jasper verdween. Ja, ja, letterlijk. Dit is hoe Jasper verdween. Ja, kijk hem. Rijden. Huh? En weg. Ik wil ook. Holy shit! Nou. Ik mag niet. Die is ook leuk. Dat is ook een eentje voor mij. Ja, voor mij ook. Omdat die anders too long is. Too Hogwarts. Die heb ik leuk geklipt. Ja, die heb je perfect getimed ook. Yippie. Voetbal. Oh, zo! Zo! DJ Drogba, wat een streep. Dat zag er heel vet uit. Yo, die zag er echt legit cool uit. Ik snap niet wat hij daar deed. Want hij is een spits. Kijk, oh, hij was gevallen. Dus hij komt nu op het allerlaatste moment hieraan. Oh ja, mooi op de volley. Dan is deze beter, denk ik. Oh, of niet? Zo! Nee. Ah, jammer. Hier wou ik gameplay beelden van. Anders dan vind ik hem niet cool. Triple A-effecten en zo ook weer tegenvalt. Dat kan je aan alle beelden wel zien. Ik denk dat hij snel gaat velen ook. Nou ja, weet je, al is het een leuk verhaal en zo en ben je leuk bezig en kan je zelf goed inleven in de Wizarding World, dan is er wel flink wat mis aan de game. Ja. Oké. Okay. 2017. Klopt. Heeft meer dan 1 race win. Meer dan 3 top 3's. Meer dan 333 punten. Grosjean reed niet op de grid. Leclerc kwam ook in 17, toch? Ja, die begon ook in 17. Nee, 16. Weet je
Of was dat 16? Volgens mij 17. 17 Alfa Romeo, 16? 18 Ferrari. Oh. Carlos Sainz. Oké, okay, dankjewel RTP. Yeah, we hebben ze. Jij bent hier achter mij, denk nou, ik. Dat was de missie. Hell yeah. We hebben ze wel gedaan. We hebben ze allemaal. Dit vind ik zo'n leuk spel. Gewoon een beetje physics. Ja, het is best een mooi huis. Nu niet meer. Nou, ik wil wel even die... Oh! Oh. Nee, de lampjes deden het niet. Ja, ik ben blij dat dat niet meer de clipjes zometeen doet. Blij. Nou, ik wil sowieso nog een puzzel doen vandaag. Alleen, Waarom wordt dit geklipt? Nee, natuurlijk. Oh, je kan ook... dat is niks. Ja. Ach. Wie hebben we hier? Star Wars. Ah. Die doen. Dat is wat je doet. Wanneer mensen achter je aankomt, dan peppersprayen ze in hun pepper. In een pepper. Ik ben zo... Wat gebeurde er op het laatst? In een pepper. In een pepper. Oké, okay, ja, dat is wel grappig. Dat vind ik wel grappig. Teardown Star Wars editie. Oh, wat gebeurt hier? Zoals je net ook deed. Nee, ik doe dit wel. Nou, waar ga je nou heen dan? Ik wil meer van je motivatie horen voor een nieuwe telefoon. Oh joh, echt zoveel dingen zijn tegenwoordig weer beter aan versus mijn gratis LG-telefoon. Kijk, ik doe gewoon dit. Ja, nou jeet. Oh. De boot. Bloep. Precies. Perfect. Geen rain detected, toch? Nee, mis de context een beetje. Ja. Denk je dat Twitch terug is, Thomas? Laten we het hopen. Laten we het hopen. Voetbal. Echt wel prima schot. Goede kicking power. En aerial superiority. Ben okay, benieuwd. Carlos hij corner. Niet selecteren, dus dit wordt heel rare. Beam. Oh. Hoep. 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 Oh. Oh. Zo! Kaka met de kop, maar wat een loppaas van... Wat een combinatie, joh. Jeetje, mine. Dat wordt wel een eentje voor mij. Geen tweetje. Want dan zou het te lang duren... om dat allemaal te highlighten. Te lange combinatie, zeg maar. Combi. Ja, wat een combi. Jezus, die vond ik wel cool. Ik herinnerde me ook nog. Daar ook even gekke. Oh, dit was tegen Martijn. Dus Martijn heeft ook voor zichzelf shit geklipt. Ah, daarom herinnerde ik hem. Dan heeft hij dit geklipt zo, van hem. Goede volley. Zo, wat een Stoichkov kwam net voor het eerst uit. En toen, for some reason, als je in een bepaalde hoek schoot, werd het heel gevaarlijk. Kijk maar naar dit. De hering. Nee! Oh! Het zat er al de hele wedstrijd in. Die is het zo zat cool. Er al de hele wedstrijd in. Wel een beetje fout van de keeper. Dat is de longshot die ik heb gezien, Martijn. Maar dat is wel echt, ondanks dat het een friendly is, zeg maar, is dat wel een coole longshot om te saven in het mapje. Wat? Ja, we waren dat de hele tijd aan het proberen. For some reason schoot hij heel raar. Een beetje zoals Emiliano Sala. Oh, dat was even flattering. Nee! Ja, maar de keeper die zorgt er eigenlijk voor dat hij erin gaat. Ja. Dus dat is de enige smetje. Maar hij ging erin. En ja, ik vond die cool. Ik ook. E-football, Stoichkov, Long Ranger. What's up, Yazid? How are you? De oudere mensen zeggen ook... te lang aan gebeeldscherm krijg je vierkante ogen van. Ja, dat was vroeger het fabeltje. Dat is niet meer zo. Dat blijkt nep te zijn. Hmm...
Gakpo, Cruijff, Davids. Boom! Oh, Stoitskov! Go! Weer Stoitskov. Christos! Ja, niet leuk genoeg voor mij. Christos Stoitskov. Toen had ik ineens controller erbij in diezelfde. Oh ja, dit was mijn mooiste met Stoitskov. Zo! Toen had ik even de controller aanstaan, dat je kan zien waar ik indruk. Bulgaria power, jongen. Wat een knal. Hoe schiet ik? Zo! Vrij simpel. Ik schiet met rondje. Dat zullen heel veel raar vinden, want met die voetbal schiet je alleen met vierkantje. Dat zijn honderdduizenden mensen gewend. Mooie goal. Die is 89 keer bekeken, die goal. Nice. Ja, dat was een beetje een voorbeeld, zeg maar, van, hoe goed hij wel niet was. Wat gebeurt hier? Is doing weird things. I don't get it why it moves sometimes when I touch it. Like, do I have electricity? Oh, fucking Jesus Christus. I have CSL DD. Ah, dat doet pijn. Oh ja, toen deed hij zo'n kut de hele tijd. Je stuur. Ja, ik kreeg stroom. Ja. Pijn je microfoon. Waarschijnlijk. Oh, dat zou ook kunnen. Wat vind je hiervan? Nee. Nee? Oké. Okay. Plus of het gaat over seks at the moment. Dat is heel apart. Huh? Nee, opnieuw. Plus of het gaat over seks at the moment. Dat is heel apart. Weird ass nieuws. Hier hebben we Julian de Lego Man. Dat is het raar maar waar nieuws wat ik kan vinden vandaag. Damn. Misschien moet ik nog een keer niets. Motivatie van Robin. Oh my god, kijk dan. Op mijn weg naar alles. Ik ben helemaal van, yeah, I'm gonna do this for Robin. Hell yeah. Hoppakee, kopstoot gewoon even een barrel. Ho, perfect. Ja hoor, daar gaan we. En... Waarom lach je mij uit? Dat was zo droog. Ik zat helemaal te anticiperen. Motivatie van Robin. Nu komt ie. Maar het moest lukken met jouw motivatie. Ja. Maar ik viel achter je aan. Weer zeker. Naar alles. Ik ben heel... Ja. Gewoon Robin valt er vanaf. Spooky 16-11 komt er ook bij. Hier is de Jelman. Dennis Hornstra gaat voor Storm. De Jelman finished en is de winnaar van de laatste race. Dennis Hornstra komt hier en doet dit heel erg lekker. Dennis What? Hornstra doet dit niet lekker. Dat is goed voor Storm. Hier is de Real Dolin. Doet dit ook niet lekker. Dat is ook goed in zekere zin voor Storm. En daar gaat Storm. MV33 op weg naar... Op weg naar... Au! De laatste! De laatste van Storm. En hier hebben we Julian de Legoman. Au! Julian de Legoman ook niet! Spookbot hebben we hier, oh. En op dit moment is het helemaal open voor helemaal Luc. Julian de Legoman, de leider, die wordt weggebotst op het laatste moment. En helemaal Luc hoeft maar 4 puntjes te scoren. Op dit moment kan hij 4 puntjes scoren. Maar hij vliegt er ook vanaf! Wat Jezus. Gebeurt hier? Hij vliegt er ook van. Dat was echt een plot twist na plot twist na plot twist na plot twist. Hence the name Shattered Dreams. Nou, dat vind ik wel een goeie. Ja. Dat is een goede showcase van hoe pijnlijk Shattered Dreams kan zijn. Zelfs als je op kampioenschap staat. Dus dat, ja, dat is niet per se grappig, maar is wel crazy. En dat soort dingen. Kijk, het hoeft niet per se funny te zijn. Zie je Daryl Dixon op mijn ding? Op mijn Twitter? Oh ja. Nee, dat is die Death Stranding guy. Ja, voor mij ook. Ongelooflijk wat daar gebeurde allemaal. Maar... Er is geen plot twist gekomen. Oh, Henny Keumers is derde geworden. Er is toch een plot twist.
What the fuck? Hedy Kermis is kampioen! Zoveel plot twist dat ik het niet eens meer snapte. Ik zag je helemaal niet meer. Oh nee, Henny is moeilijk te zien soms. Holy shit. De plot twist is wel gebeurd. Julian. Mm-hmm. Boom. Ja, die vind ik heel droog. Zoiets zou ik dus in de intro doen. Zoiets. Teardown. Oh. Ja, precies. Dit is perfect intro materiaal. Die blik ook daarna. Om dan zeg maar gewoon... Ja, precies. Oh. Oh, nee, dat is een andere O. Gewoon... dit doet al genoeg. Je hoeft niet te zien hoe ik hem oppakt of wat dan ook in een intro. Gewoon dit. En dan kan je zeg maar... Zou je bijvoorbeeld hier een zoom kunnen doen op mijn cam... En dan zou je... dan zie je mij... Dan zie je mij nogal... gebeuren. En dan kan je... Mijn O kan je ook nog zoeken. Oh, ik had geen O. Oh, ik had geen O. Never mind. Je kan ook letterlijk dit skippen. En dan... hier al naartoe gaan. Gewoon hier naartoe. En dan op een leuke manier, want nu is het gewoon even simpel. Moet. Maar kijk, ik zielig. Bonk. En dan ik vind het dan leuk om, zeg maar, als je dat heel snel gaat doen van die push rides te doen en zo, dat het dan echt zo woep. Woep. Maar goed, dat is allemaal voor later. Hoe ik het ga editen, ik vind die heel grappig. How the fuck. Wat gaan we met deze doen? Die zucht. Helemaal niks. Ik ben er dan zo klaar mee, hè? Zo erg dat je mij... Precies, dat ik jou een berichtje terug ga sturen. Er staat nog 1,4% over. 1,4% over. Maar dat hele ding staat nog. Dan moest met de grond gelijk. Jezus. En ik had nog 40 seconden over. Je hoeft helemaal niet alles te destroyen. Oh, dat dacht ik. Maar dat hoeft helemaal niet. Nah. En zo, zo had ik nog 45 seconden over. Je moest het in 2 minuten doen. Ik deed het in... Nou ja, grappig. Voetbal. Daar moet je niet op letten. Dat is... niet hoe dat werkt, zeg maar. Dat is niet hoe physics werkt. Minder op niet stats hoe letten. Physics werkt. Beckham. Met zijn unieke voorzetanimatie. Collar! Zo! Wat een doelpunt! Jan Collar met de dipping volley van de eeuw. Oh, Jezus Christus. Ineens is hij super klein. Cool. Maar niet cool genoeg. Oh. Oma. Dat was bad. Oh, dat was slecht. Van KK. Ik wou ook outside curlen doen, maar mocht niet.
Kaka. Ja, ik wil daar naartoe, maar mag niet. Ik ben al zo lang aan het switchen. Oh, iemand scoort gewoon tegen mij. Die moet je scoren. Oh, oh daar gaan we. Oh. Hij moet die scoren. Nee. Ik hielp hem nog. Ik hielp hem nog, ja. What the fuck? Zo. Deze speelt all out defense, terwijl ik 1-0 voor sta. Hij heeft één schot maar. Dat bedoel ik. Koller. Maar niet meteen een team. Back hem naar Koller. Wow, lag. Dat was raar. Oh. Zo. Nou. Nou. Boom. De P3 effect. De backup. Boom. Zo. Damn. David. Zag je dat tweede schot? De P3 effect. De backup. Boom. Zo. En dan? David. Hoe die hem nog een keer in een goal wil schieten. Oh. Nou, dat vind ik nu nog steeds grappig. Ja, ik vind het nog steeds grappig. Wat een goal, joh. Thomas vond dat wel een eentje waard qua de goalcompilaties. Die, daar gebeuren veel dingen. Back and beam. Ja. Frederico, die had ook een tijdje op de plaats van Pedri Chiesa. Is ook heel leuk. Goed wegkoppen. Oh, slechte aanname. Pasje weer naar Beckham. Oh ja, omdat ik Beckham voor het eerst kon krijgen, ging ik met Koller spelen. Dat was het. Zo. Ja, Olivier Giroud. Ja, netjes. Naar links, naar rechts, naar alle kant. Beckham corner. David Beckham versus Theo Hernandez en Giroud. En het wordt Theo Hernandez. En Beckham. Oh. Nog een corner. Theo Hernandez of Giroud? Het wordt Theo Hernandez. Het wordt Roberto Carlos. Omaal. Omaal met Carlos. En dat is heel goed, kan ik je zeggen. Want hoe hoger wat een blauwe kleur. Je genervd wordt. En het had nog dit. Ja. En dat was zo kut, die chemistry. Dus dat is helemaal mooi. Dat is helemaal veranderd. Dus Ruud Gullit, die wil ik daar hebben. Johan Cruijff, die wil ik daar hebben. Cafu, die ga ik op de plaats van Ferrer doen. Maar Ferrer kan overal in zetbar zijn, dus dat is leuk om in te doen. En de wisselspelers waren nog maar zoveel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, damn. Dat was het. Want tegenwoordig in real life mag de bank groter ook. Yeah. Dus hebben ze dat in de game ook gedaan. Maar je moest het maar met deze spelers doen. Nee, jij wisselt nooit. Die microfoon begint nu wel steeds slechter te klinken. Ja, die ging helemaal kapot. Technisch kapot. Dus dat is leuk om erin te doen. Milinkovic-Savic was leuk, maar ja, dat wordt Jezus. Nu helemaal nutteloos. Ik doe Marco van Basten daar, maar Marco van Basten die kunnen we vergelijken met Ruud. Okay. De enige die niet volledig tweebenig is. Hey, ik heb een controller in beeld. Ja. Als je dat in 4 punten hebt, dan is die 3 van de 4, I guess. Gameplay was ook... En ik ben blij met de fysiek en jumping die ik hem heb gegeven. Heel blij zelfs. Oh. Oh. Speel je met PS5? Nee, met DualShock 4 met zijn verkeerde been. Ja. In één keer... Prima. Wat was de gameplay minder toen? Kijk, hoor je dat toetsenbord? Oh, gelukkig niet meer. Ze is zo blij dat dat toetsenbord hier niet meer is. Zo'n klakkeltoetsenbord. Klik, 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 klik. Dat is geen buitenspel. Elke denk je dat mogelijk wel. Elk jaar, hè? Oh. En jij zei ook, doe je mijn spulletje. Oh my god. Rudy Deel. Zo! En hier is Rudy Deel. Maar jij zei ook, toen je hier was, van wat een coole setup heb jij en zo. Maar toen zei ik ook, van dat is elk jaar weer opbouwing. Als je ermee bezig bent. En dat gaat gewoon door. Now you get it. Yeah. Now you get it. How it keeps on getting better and better. En dit is Rudy. Mijn eigen setup. Precies, net als jij eigen setup. Bartje zegt, hey Sander, je stripper hier. Dat is echt wat ik dacht. Daarom vond ik het zo grappig. Ik denk, nou ja, dat laat ik dan in de waarde, want dat kan wel embarrassing zijn. I mean, ja, ik denk, man, dat is de enige plek waar mijn hoofd naartoe ging, zeg maar. Dat is gewoon wat jij wil. Ja, Bartje die heeft even in privé gezegd waarom hij dus nooit zegt wat hij doet in het weekend en zo.
En ja, hij zegt elke keer zegt hij dan rond het weekend van ja, en dan ben ik bezig met werk en zo. Maar heel mysterieus rondom het werk. Nou ja, dus ik dacht op een gegeven moment met alle hints die hij gaf in de chat van nou, dat is een 18-plus mannelijke stripper of zo, weet je wel, in nachtclubs. Want dat kan wel eens bijvoorbeeld, ja, dat je bent van, nou, dat wordt door mensen niet geaccepteerd. Dus dat zijn dan van die dingen die je mogelijk niet wil vertellen. Dus dat beeld had ik altijd van je. Ja. Ja, dat blijkt dus niet zo te zijn, kan ik jullie zeggen. Bartje is geen stripper. Die deel. Oh my god. Rudy zo! Oké. Je kan echt super diepe angle geplaatste schoten met hem doen. Confirmed. Thomas is even in de nou, hoor. Alleen hij... Ja, nee, hij is het dus niet, Thomas. Dat is dus wat ik dacht. Wat zijn geheim was. Want daar leek het naartoe te hinten. Maar dat was het niet zo. Het valt nou, hoor. Alleen hij is gewoon wat statischer, dus... Als je echt beweging wil, dan is dat. Oh, dit is echt... weer tegen Martijn. Dus het is waarschijnlijk een goal van Martijn of zo. Nog een jaar. Dan zijn we je zetten. Mooi. Klopt. Ja, mooi, World maar War. Niet mooi voor een clipje. Maar waar de foto clip. Is gemaakt. Doen we goed. Veel punten. Oh, dat vond ik heel en leuk. En deze. Welk jaar is de foto is gemaakt? In Nederlands? Belzwarm. Oh nee, dit is... Hoe kom je ook bij die hints dan? Totaal niet mijn bedoeling geweest. Nou, gewoon door tussen de regeltjes doorlezen... waarom je niet wil vertellen wat je voor werk doet. Dat je dacht, ah, dat doe ik liever niet. En dan je werktijden en zo. En dan een beetje dat allemaal aan elkaar vast. Ja. Ik denk, wat zou nou de reden zijn? Niet veel mensen die kiezen daarvoor. Maar als je er wel voor kiest, tuurlijk. Om dat dan niet zeggen, zeg maar. Maar daarom wordt het wel alleen maar meer van... waarom niet? Nou, dan ga je toch een beetje de wat sappigere kant op, toch? Letterlijk. Letterlijk! 1953, denkt Thomas nu. Speciaal kersen. Ja. Dit is een Duitse foto. Nu ga ik het nooit meer weten. Nee. Nog één. 2012 of zo. 2013 zou ik zeggen. Ik zou zeggen 2013. Ik zou nu... zeggen... 2009. Dat zou ik nu zeggen. Ja. Dat geeft mij maar dan gaan we waarschijnlijk niet te weten komen. Oh! Want het gaat over een trickshot. Ja, we komen dat niet meer te weten. Nice. Spel. Moeder in bad kan nu een tijdje gewoon... Oh. Dat hebben ze veranderd. Complete. Never mind. Battledome complete. Oh. Hier proberen een aantal... Ik hoor je mijn toetsjes? Tornado. Oh my god. Ik ben blij dat die tornado nu tegenwoordig naar het midden gaat. Ziet er goed uit. Huh? Huh? Moeder in bad even volgen. Hier proberen een aantal... Tornado. Oh my god. Ik ben blij dat die tornado nu tegenwoordig naar het midden gaat. Ziet er goed uit. Huh? Gewoon ineens dood. Even in slow... Wacht even. Even in super slow motion. Ho! Misschien is dit leuker. En hij valt. Hij gaat weer door de tornado. Hij heeft genoeg... Held, hij valt hier weer. Ik denk dat leuker is. Hij gaat gewoon door de grond. Ja, voor een eentje denk ik. Ja, voor een eentje. Ja. Moeder in bad. What the heck? Is dood. En over de grond. Of moeder door de grond. Moeder in bad Excuse door het gat. Gaat weer uit. Alright, we gaan... Wat is dit voor game? Dressing salon. Oh, Hogwarts. Oh ja, die hebben we ook nog gedaan. Hogwarts Legacy. Is dat die? Ach, jezus, we moeten nog helemaal daar naartoe. Fruitdrop, lekker. Met jou, ja, ik had jou gemaakt. Jij bent de Hogwarts student. Wow, what the fuck? Die vissings.
Hey, daar hebben we zo'n ding weer. Dat was het. De mensen vonden gewoon een physics gek. Kom wel echt volledig onder je rokje, kijk. What the fuck is happening? Heb ik een cape broken? Is die leuk? Van hem? Het is een beetje een milde glitch. Milde glitch. Hoe eet jij, meneer? Holy moly. Meneer. Altijd weer van dit soort dingen. Altijd weer. Damn. Is dit een Harry Potter throwback? Dit moet wel een Harry Potter callback zijn. Easter egg. Denk dan een Easter egg is. De tafel in zijn middel. Easter egg van de films, Magic toch? Eén met... Hey, zie je, staat zelf op. Ja, ik gooi het ook op één. Net zoals jij. Hier, mijn Bureau Back scène is geklipt. Dat is grappig. De man met de tafel in de middel. Kijk, mijn Bureau Back scène. Oké. Okay. Nice. Man wordt gek. 11 views. Oh. Iemand heeft dus een clipje van een ouder moment geklipt. Tijdens mijn Bureau Back scène. Nice. Gaan we dat krijgen als wij dit mapje als Bureau Back scène gebruiken? Dat bij elk moment... Oh, dat was grappig. Dan ga ik even clippen. Ik heb letterlijk een clip gemaakt van jij die een clip kijkt. Waar je schrikt. En daarvan schrik je in real life. Oh god, jij hebt Clipception gemaakt. Oh my god. Voor twee voetbal. Packs ben ik nog nooit zo ver. La, 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 la. Final fucking Lee. En ook geen nieuw pack record na vorige week. Oh my god. Fiera, please. Patrick the man. Oh, deze al. De legend. Degene die je middenveld kapot maakt. Klopt. Het is Patrick Fiera. Fuck. Fuck. Ik wil die erin in mijn mapje. Ik vind dat een grap. Net zoals die... Ik wou zo graag in de aftermath van PES 21 met Snowdoot met Lampard beamen. Hebben we ook gedaan. Was echt heel leuk. Maar hij kwam er niet uit die pack. Nee. En toen kwam hij. Ja. En daar kwam die. Oh, ik was zo bang dat ik verder moest en dat hoefde niet. Dus daar was ik happy mee. Vind dit werk sappig zat. Maar ik snap je. Ja, dat ook, Bartje. Maar zit nu in 27 inch. Of 27 graden. What's happening? Oh, hij zit in 27 graden. Ja, nee, hij zit niet in 27 inch. Nou, weet zeker dat hij gisteren is. Nou, de Robin. Nee. Het is een 10 plus 3. Welke bergkam neem je mee? Mijn Nederlands onderteam. Oh. Doet hij leuk? Oh, nee. Dit is niet mijn Nederlands onderteam. Dan bijna Gullit, maar Iban. Nou, dat gebeurt. Want hij heeft gewoon die aerial superiority. Dus dat is echt super chill. Zo, wat een kopbal van... Petr Cech. Goed zo. Ja, je bent echt heel goed. Nee, die vond ik niet zo... Een beetje lang. Wow. We gaan de lengte in. Nou, wel lang. Ja, Petter, dat gaat hem niet lukken. Petter, Wow. Wat doe ik? En hij kan gewoon nog schieten. Zo. Ik heb geen idee wat hier allemaal gebeurt. Nee. Dit was een beetje gek, maar niet gek genoeg. En hier hebben we nog een Hogwarts Legacy clipje. Waardoor die goed naar beneden gaat. Waardoor die ook nog hier beter naar beneden gaat. Nee. Oh, dit is ook goed.
Ja, 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 daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Perfect, centraal. Ja hoor. Hoppakee. Hij respawnt gewoon. Waarom word je... Ja, ik weet waarom het is klim, want we deden het op de hele unconventional manier. Maar er zit niet echt context in de clips. Ja, precies. Jij snapte de bal niet van, omdat de context helemaal mis. En dat vind ik jammer. Want dat was heel grappig. Een rijervaring. Nooit slijven met een Formule 1-auto. Of iedereen die Max Verstappen zijn car wil uitproberen. Zoals een... zoals een Albon of een Gasly of zo. Die verliezen ook niet eens al hun rijdersvaardigheden. Woe. Nou, er gebeurt helemaal niks. Oh. Damn. Fast and the Furious in the house. Niet zomaar. Nee. Iets te low-key. Juichen. Juichen? Oh, klappen bedoel je? Ja, maar die kennen de meesten wel, toch? De klappen. Nice. Doe ik ook altijd met deze stoel. Dat is ook knap. What the fuck? Holy shit. Oh man. Oh fuck. Ja, nou dan gooien we hem er gewoon in. Ik vind dat ook grappig. Teardown. Stoelflap. Stoelflap. We slopen late night en puzzelen weer. Even een rockboy. Wat doe jij? Ik niet. Good night, fijne avond. Slaap lekker als je gaat slapen. En nog een fijne, fijne, fijne nacht als je nog gaat nachtuilen. En even Rockboy zegt, ik ben een uil. En wat heb jij te zeggen? Hoe? We gaan door. Ik zie Nakamura namelijk. De allereerste Nakamura van de hele game. AI gewoon denkt, nee, we gaan gewoon nergens op reageren. En for some reason kan ik niet eens op naar de normale persoon pas. Zo. Zo. Oh, wat een voorzet. Dat was wel heel cool. Maar dit is Nakamura. En dat is maar, nog cooler. Een beetje zoals Arjen Robben, maar dan anders. Nee, toch niet. Zo uniek in zijn loop. Hij ziet er altijd uit als een net niet dribbelaartje, zeg maar. Oh, dat is gewoon Martijn. Oh. Eigen doelpunt. Ja, dit is wel allemaal tegen Martijn, dus die clipt ook gewoon Kevin en Bruyne, alles. Zijn visie. Stijl. Het Franse loopje is misschien wel de uniekste renstijl. Oh my god! Zag je dat? Oh my god. Ik vind dat wel een tweewaard, to be honest. Afknippen. Ja, of verslomen, weet je wel, heel even. Holy moly cannoli. Gakpo, die had even last. Cody. Voetbal, Cody ingeplodi. Cody ingeplodi. Ja, hij is helemaal implodi, die Cody. Ik bedoel, check dat. Ik weet niet of je dat had gezien, maar... Hier is hij nog normaal. En dan gaan we iets verder. Dan zie je dit gebeuren. Nou ja, oké. Transition naar blessureleed en dergelijke. Ja, zie je. Dan gaat dat. Nou, dat wordt gecanceld. En dan gaan we toch weer even terug naar iemand die geblesseerd is. Maar ook even naar Cody. Kijk, daar is de blessure. Maar dat wordt ook geskipt. Dus oké, we gaan door. En dan... What the fuck? Zit hij niet in een deeltjesversneller? Nou. Jesus. Damn. Zo zien mijn armen er ook uit. Nee, Nathan Breek's arm. Oh ja, Nathan Breek van gisteren, ja. Jeetje, mine. What the heck, man. Kijk, ik zou dat gewoon... Ik zou dit gedeelte... Gewoon zo lang mogelijk maken. En dit is nog niet eens lang, want dit is gewoon... Gewoon dat. Wat gebeurt er ook in zijn middel?
En kijk mijn gezichten. Oh my god! Nou, boom. Klaar. Hoppa. Weer een verkeerde knop. Ik ben nu helemaal ingeburgerd voor een andere toetsenbord die ik... kijk. Dat is hoe ik erbij kijk. Muziek moet ook uit. Oh my god! Ik kan ook gewoon dat weghalen. En ik hoef niet eens dit erin te halen. Je kan ook gewoon dit doen en dan oh my god erachteraan. Yeah. Dus als je bijvoorbeeld dit hebt, weet je wel. En je doet gewoon hem ergens, dan heb je ook een goed ding. Oh, dat is nog best lang, die zoom. Dat, ik bedoel, je wil bijvoorbeeld... hier, bijvoorbeeld. Daar. Wil je hem eindigen? Dan heb je dit. En dan zou ik hem nog korter doen. Ik zou hem gewoon zo doen. Oh my god! En dan gaat het door. Nou, easy peasy, lemon squeezy. Let's continue. Het is een AI-robot. Het inzicht van Christian Eriksen. Ja, maar inzicht, dat is dus inzicht, weet je. Zo van... Goed zo. Dan zo'n speler het uitoefent, weet je wel. Oh, nee. Boom. Oh, nee, gewoon uitgespeeld. Niks aan de hand. Holy shit. Oh. Ja, we zijn clips aan het kijken, dus we willen niet muziek op muziek. Skedaddle, skedoodle en nou een noedel. Ja, die was echt een noedel. Dat heb je tegenwoordig allemaal niet meer in de game. De game is echt zo veranderd. Ik merk het ook aan de gameplay en hoe dit er allemaal uitziet. Veel liefde voor mijn favoriete band. Maar helaas tragedie. Oh my god! Nakamura. Nakamura, jongen! Oh, dat is echt emotioneel gezien mijn favoriete speler aan het worden. Dat was... Emotionele waarde aan die kaart. Gewoon, hij speelt precies zo. Echte animaties en zo. Ik hou daarvan. Jammer dat niet veel games dat doen. Kijk dan. Die paasstijl. Wat een coole paas weer. Dikke weighted paas. Op de stoerste manier. Oh god. Dat was niet de bedoeling. Ik wou niet dubbeltap. Hij had wel een goede dribbel daar. Oh, dat is zonde van Martijn. Ik weet wat je wou. Maar dat hij dat dan niet pakt, is dat zo kut. Nakamura! Nakamura weer. Shun Suke staat er op zijn achter shirt. Huh? Nee, maar zeg maar. Ja, Martijn shit, heeft gewoon alles geklipt. Dat is niet slim. Woep, woep, woep. Hij kan die. Hoepa. Zo, David Beckham. Niet zomaar. Maar ja, dit is niet heel veel double touch. Zo, die rent wel echt cool. En Shunsuke, zo. Tering Nakamura. Hij is al de hele tijd zo crazy aan het schieten. Lekker. Sommige andere AMS die ik daar neerzet met een hogere overall rating. Weird, man. En Nakamura, hoeveel curve Nakamura denk vrije je dat trap. Hij heeft? Hoeveel curve denk je dat hij heeft? What the fuck, man? Nee hoor. What the fuck ben ik aan het doen dan? Patser. Ik raakte wel enthousiast. Knoepert. 99 vrije trappen bij Nakamura. Hoeveel curve denk je dat hij heeft? Nou, laten we maar niet dat doen. Het is tijd voor marbles. What do we guys think about this picture? This looks to me like 80s Japan. Er komt waarschijnlijk helemaal niks. Nee. Waarom wordt het de hele tijd geklipt? Welke stand gaan we kiezen? Gaan we 68 of 69 kiezen? Maar iedereen zegt 69, dus... Boom, boom, boom. Mm-hmm. Hoppakee. Tak, jongen. Ach, tak, jongen. En 3. Dat wou ik ook doen. 1903? Ik voel me helemaal gelijkwaardig met Robin. Dus ik weet dat ik met Robin on the money zit. En al zit ik niet on the money, dan alsnog voelt dat goed om Robin hier te volgen. Want ik had hetzelfde idee qua jaartal.
We hadden het fout. Maar ik heb gewoon vertrouwen in jou. Fuck? Dit ding neerzet en ik doe hier een rocket booster op en daar. Oh ja. Poh. Dat is krachtiger dan verwacht. Oh, dat heb ik van Robin. Maar dat maakt mij niet uit. Ik vind dat leuk. Ik vind Paul leuk van Robin. Oké, ja, okay. Ja, grappig. Dat nou. Is echt zoiets van... Oh, I bet he's so cheating. Oh nee, jij zou daar op die manier een TikTok van maken? Dat de vrouw zo in die TikTok helemaal van... Oh my god. Ja. Ja. Ja, precies. Die meme van I bet he's thinking about other women. En dan dat clipje daarna, dat is dan basically dit. Ja. Mijn god. Nou, je hebt de nieuwe TikTok voor volgende week bedacht. Nice. Maar de clipje saven we niet, dus we... Saven wel. Oh, die saven we wel. Ja. Komt die ertussen? Puur voor die purpose. Puur voor die purpose. Joh, dat vergeet je toch weer. Ja, klopt. Nou dan. Nou, blijkbaar is het wel een 1. Thomas vindt het ook een 1. Floeper die flap noem ik het. Floeper die flap. Dat is wel een beetje het gevoel dat ik krijg. Ja, nee. Werd minder geklipt in 2023. We zitten al op 21 februari ineens. Nice. We gaan door tot juni. We gaan door tot juni, hoor ik nu net. Oh, dan ben je er nog heel lang hier. Wow. Ik vind dat wel impressive, hoor. In een AAA-game zie je niet op deze manier rookophoping. Ja, ik vind dat zo cool, hè? En dan staat je hele huis in de fik. Ja, zo wauw is het niet meer. Magnemite, dat was het. Maar dus als ik een piano op het huis wil laten vallen... Die kwam van zo'n rare plek. Die lacht ook. Oh. Heb ik al een aggregaat gekocht met diesel. Je denkt het niet, Max? Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat we nog heel safe zijn. Alleen, ik denk wel dat... Weet je wat het is? Ik denk niet dat het zo ver komt. Maar ik snap dat er een realistische plek is dat het nog veel verder kan komen. Alleen, dan moet je nog zoveel muren doorbreken, zeg maar, in dit hele... Over. Dank je voor het clip. Tex Mechanica. Hoe dat ook maar werkt. Doe maar jetpack dan. En jetpack zo hoog mogelijk en vasthouden. Oh god, jetpack is heel weinig met dit. Ah! Jij wou melk gewoon zo vermoorden, hè? Jij dat was je zus. Zo vermoorden. Dat was je zus. Ja, ik had niet door dat hij zo weinig was. Dus ik dacht gewoon van... Ik ga gewoon met melk. Oh, ik heb echt... Nou. Wat? Ik zit dit te doen. Ja. Kijk mijn gezicht. Ik deed dit. Ik merkte dat ik precies dezelfde reactie had. Damn. Oh, nog een keer. En nog een keer. Oh, zeker. Dat was cool. En iedereen is bijna dood. America! Yeah! Fnatic Gamer, dankjewel voor de raid, man. 10 viewers bij Fnatic Gamer. Hij heeft lekker gegamed. Een mooi gebaar is dat altijd. En wij zijn hier clipjes aan het kijken van wat er is gebeurd op mijn channel van de laatste 3 jaar. Ja. Last stream was demonologist. Wat voor baan heb je als je een demonologist bent? Ben je een ologist?
Dan ben je een ologist in demons, zegt mijn vriendin achter mij. En Thomas, die was in april weer terug. Ja, klopt. Je was een tijdje weg met clippen. Toen jij weer ging clippen, toen hadden we veel funny moments die gelukkig niet gemist waren. Sponsored baan nummer 1 en gaat hem gewoon weer winnen. Doen? Hoe doet hij dat toch? Oh. Oh. Gejinxed. Sorry. Oh, ik ben weg. Wow. Oké. Okay. Uitroepteken play 23. Ik heb ook een keer 5 subs gegift. Ja, nou ja, daar ga je al. Daar gaan we alweer. Oké. Okay. Even net de gamer. Alles gaat. Ik vind het cool, maar die punten. Nogmaals, dankjewel. Ik heb alle dankjewel. Points charged for viewers entry. Charging disabled. Hoop dat je je hebt vermaakt. We vroegen ons wel af wat een demonologist is. Gaat dat van je spooky punt af? Qua baan. Automaat. Maar mijn vriendin, die zei dat het een ologist was van demonen. Een monologist van demonen. Een ologist van demonen. Dat zei je. Ik vind het cool, maar first entry. Nee, gebeurde niks. En slapte hij hem? Ja! Hij slapte hem! Doordoen. Om toch nog even te genieten gebeurt van dit product wat ik 3 maanden geleden heb. Oké. Okay. Dat doe je met een fluit. Dan doe je... Hallo? Oké, dit gaat fout. Fucking Jezus! Haaland is... Deze Haalands, die zijn niet meer zo goed in de lucht. Dat is ook jammer trouwens. Thomas. Even kijken. Hey, Davids. Slechte 1-2'tje. Gebeurt niet zoveel hier. Overal en ergens. Martijn weer? Oh, dit is weer tegen Martijn, denk ik, ja. Ja, nee, is wel zo tegen Martijn. Deze niet. Jawel, deze ook. Deze is ook. Hij heeft zo'n hele coole passingstijl. Oh, nee. Zo! Wat een early cross. Maar hij is ook tegen Martijn. Nakamura om op goal te gaan met 99. Dit is niet tegen Martijn. Oh ja, deze heb ik een TikTok van gemaakt van deze. Hoor mijn twijfel weer. Dit is nog meer twijfel dan Roberto Carlos. Vrije trappen nemen. Nou ja, niet dat ik met Nakamura score. Maar ik moet met Nakamura om op goal te gaan met 99 curve. Moet ik zo ongeveer gaan staan. 100% dat ik naast ga schieten, maar gewoon voor de troll. Kijk hoe ver ik kom. Ik twijfel er zo erg, omdat met 99 curve, en dit is mijn centerpunt, hè? Ja. Maar daar is de paal. Uh-huh. Dus als je dan nog met een curve naar rechts, ja, curft hij wel genoeg? Heeft hij wel genoeg curve? Nou, ik dacht eigenlijk, dat is too much. Mm-hmm. Dan gaat die binnenkant paal erin, ook gewoon zo heel laag. Binnenkant paal. Voor mij is het een eentje. Ja. Anders duurt die te lang, want de uitleg is zo lang. Hey lieverd, ik hoop dat je hiermee wat kansen hebt om je speler te pakken. I love you, XX Cox Cox Cox. Dat was de eerste Cox. Cox Cox Cox. Waarom zegt die Cox Cox Cox? Dat was de allereerste keer dat ik dat deed. Dat is wel een legendary moment, ja. XX-cox-cox-cox. Nou, ik maak het niet beter. Helemaal verbeteren. Ja. Nou, dit was de eerste cox-cox-cox, ja. XO. E-voetbal, XO. Cox. Ja, want die layout die wou ook niet meer draaien. Dus ik denk dat het wel goed moet komen dan. Davids. Osimhen. Leao, Osimhen.
Jezus, wat accuraat. Oké. Okay. Hij verneukt het weer. Dit is tegen type spelers van die mega coole... saaie follies en zo kunnen doen. Zie je hoe accuraat dat is? Ja, waarom clipt hij dat? Dat begrijp ik niet. Bochten, dat... Ja, daar heb je nog veel... Ze gaat bijten! Hoi, joh. Ik heb dus ook een keer gedaan. Daar gingen ze bijten. Deze map. Aan mij, of ziet de game er beter uit? Dat ligt aan mij, denk ik. Ja, nou, het gebeurde achter mij, denk ik. Kijk, spiegel. Ja, daar heb je nog veel... Echt gewoon in sync. Knuffel, Basie en F.A. Rockboy of zo. Ja, F.A. Rockboy zat er ook bij. Nee. Ja, te moeilijk te zien. Te moeilijk oh my te god. Zien. Maar hier dan. Ja! Zie. Alleen Justix Games krijgt dan de punten niet. Nee. Kevin 077 doet random. Dat was een random clip. Fototechniek. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar midden jaren 80. Midden jaren 80. 1984, omdat ik 83, 86 en 85 zit. Ik denk 1966. Oh, 65. Wat is er met jouw haar? En een lange baard? Ja, dat was mijn hobo days. Hobo days. Oh. Wat hoorde jij? Ja, nee. Holo. Nee, dit waren mijn hobo days weer. Want Stefan is de winnaar van de Battle Dome. Maar Samaf en Celo hebben full health hero. Oh, complete. Wordt geraakt. Zit op Sam. Wow. Precies, dit schot. Holy dat shit. Dat is cool. Maar niet cool genoeg. Samaf of spot. Oh. Samaf die een beetje wordt geraakt. Straight Jacket zit op de Kelman. Maar de Kelman zit op Samaf. Samaf kan hier nu een einde aanmaken voor... Oh, weer. Wow. Zelfde scherpschutter. Ja, hij is Samaf leuk, maar niet leuk genoeg. Beide nog hier. Wow. Zo, Samaf wint gewoon. En hoe? Check dit, Celo. Wow. Maar hoe ook. En ook nog op de beat van de resub trouwens. Ik vind die grappig. Dat zijn van die Marble on Stream moments. Die mogen voor altijd. Celo zegt geen Halo. Maar doei. Henny Keumes. Wie won hem ook weer die week daarvoor? Henny Keumes. Hier wel gedeeld vorige week. Holy Henny shit, Keumes de Award. Henny Keumes Award. Misschien krijgen jullie voor mensen die bijvoorbeeld sinds kort meedoen een idee. Waarom het de Henny Keumes Award heen? Oh, de Upside Town met Taki van de Walkabout Minigolf. Oh ja. Dat was zo droog. Dit is de raarste map ever. Die moet ondersteboven golven in VR. Loopt naar boven. Hier zit een soort randje. Dat loopt... Ja, hoe noem je dat? Ja, dat loopt naar beneden als het omgekeerd was. Maar het loopt naar boven. Zeg, hoe wij hier staan. Ga dan maar slaan. Ja, ik moet vanaf hier... Ik had wel een hele goede techniek. Nou, kijk maar in de kamer staan. ik heb nog nooit zo geminigolfd. Mijn techniek had ik nog niet hier. Mijn techniek had ik hier nog niet. Maar op een gegeven moment heb ik echt goede techniek. Ik heb namelijk de... Hoe noem je dat? Zo'n vogelpik ding? Ja. Met twee handen. Mijn controller vast. En gewoon doen alsof je... Zeg maar... Dit was mijn techniek. Ja, doe dat maar even staand voor. Kijk, zo. Dan zo. Ah, ja, maar dat zie je niet op de camera. Maar dan deed ik zo. Maar en dan deed ik dit. Zo. Oh. Lekker jaloers. Mijn rug.
Ah. Omdat je dan dus meteen dit kon doen, weet je wel? Dus ook die stick gewoon. Maar die stick die stond dan zo scheef. Dat hoorde ik. Oh. Hij was te horen, die knak. Dat was mijn rug. Ja, hij heeft hem gesnapt. Ja. Nou, dan ga ik even luisteren. Hoorde je hem? Mijn controle... Kijk, zo. Dan zo. Ah, ja, maar dat zie je niet op de camera. Maar dan deed ik zo. Maar en dan deed ik dit. Zo. Oh. Ja. Hij kwam een beetje door, ja. Hij was nog harder in real life. Oei, oei, oei. Maar die techniek had ik hier nog niet. Hé, hey, het klopt weer. Dat dinosaurusje klopt ook weer. Ik heb last van mijn middenrif. Ik ook. Auw. Oh, maar. Zullen we gewoon op zoek gaan naar het balletje? Ja, dat was ik van plan. Ik heb zo niet... Oké. Okay. Waar sta ik tegenaan? Oh, is mijn bed. Kan je in de game ook spectaten? Ja, je kan in-game kan je alleen de hoek van je... Smeren. Kom. Jongen, jongen, jongen. Dit was een maar dubbele bogey. Ik vind het heel erg aardig. Nou ja, maakt niet uit, hè. Het is plus 2 wat je daar... Gebeurt niet veel. Ja, hoe harder, hoe verder. Oké. Okay. Duidelijk. Dit is zo, zo freaky, zeg maar. Ik kijk. Hoe ga ik die slaan dan? Oh, ik ga gewoon hierboven staan. Dit is grappig. Hallo. Hi. Ik ga hem in één keer erin doen. Omhoog slaan. Hey, waar maar het niet, omdat hè? Het upside down is, physics. Moet nog niet. Hoe ik hier ook sta. Kijk. Dit is wel heel eng trouwens. Als jij nu slaat, hè. Oh! Oh! Oh shit! Na die houding de hele tijd. Ja, maar hij ging er bijna in. Ja, dat voelden we. Dat merkten we, bedoel ik. Oh. Na de hele tijd die houding. Ik vind deze wel grappig. Oh. Ik wil een walkabout upside down. Mijn horloge zegt dat het sneeuwt. Bijna. Upside down. Sneeuwt het buiten? Echt? Nou, dan ga ik even naar buiten kijken. Wat? Kijk dat geluidje zo maar. Ja. Ik ben helemaal... Nou. Ik kom van die houding van je. Nee. Oh. Helemaal niks. Mijn horloge lijkt. Je horloge light. Oké, okay, dit is denk ik al van een nieuwe hol. Huh, we hebben balletje 13. Hol 13 hebben we vergeten. Oh, hè? Nee. Jawel. Dat balletje hier. Wat je hier vond was van die. Ja, echt. Huh? Nee, die was al van deze. Dus we, okay. Nou, we hebben hem. Nou. Ja, we hadden een balletje. Oké, ik ga weer die kant op. Het is een stuk minder dramatisch met jouw vliegsnelheid. Je kijkt mij zo aan. Oh mijn god. Oh mijn god. Moet je. Oh, kan iemand uitroepteken snap doen? Dat is zo geweldig. Oh, dat deed iemand. Ik ga hem alleen niet toevoegen. Maar ik vond hem wel heel droog. Hard die kant op slaan. Hallo, Tex. Dude. Oh ja, ja want dit, hij komt dit, sowieso dit. Terug. Ja, zal ik het doen? Zwa. 1, 2. Holy shit! Wow! Bij mij deed ik het in één keer, maar het lukte me niet meer toen wij die speelden. Deze was ziek! Dat was cool. Als je op die manier een all-in-one kan slaan, dat zou ik echt zo vet vinden als mensen dat. Die vind ik leuk. Ik heb met Robin deze ook gespeeld. Toen is het mij niet gelukt. Robin ook niet trouwens. Dat, ja, ging... dat ging drama. Nee, dat ging zo goed. Big boomerang. Grote boomerang. Oh, deze. Dus dit, ziet er deze raar uit. Dit gaat er zo raar uitzien. Dit is mijn favoriet. Wat de... Sta je gewoon tegen een muur. Je ziet het balletje zie je zo. Maar de physics lopen...
goed, zeg maar. Volgens hoe gewoon dat het eronder. En dat je hem dan zo naar rechts moet doen. Met je handen zo naar rechts. En dat hij dan dus daar begint te vallen. Omdat de physics dus daar droppen. Dat is zo raar. Ja, het... Hij deed... Doe eens een replay. Doe eens een replay. Goed. Sander, het werkt zoals ik dacht dat het zou moeten werken. Alleen mijn balletje vloog een beetje weg. Doe eens een replay. Wee. Oh shit! Wow! Hoe die daar nog terug? Oh my god, dat had ik helemaal niet gezien. Wacht even. Holy moly, die ga ik ook doen. Dat is een beetje... Dan moet je dus eigenlijk de physics van hoe je normaal hem over het randje naar beneden zou gooien, moet je omdraaien. Denk met ruimtes. Dat kan niet iedereen. Nee. Ruimtelijk denken. Ruimtelijk denken, dat wordt ook de titel. Boom, gevonden. 3, go! Hier shit. Begonnen we te spectaten. Dat heb ik even gedaan voor de TikTok. Nee, dat kan niet aan het plafond. Je moet het echt zo doen. Hoe moet je dit doen dan? Ja, dat is heel moeilijk om dan recht te slaan. Want dat is weer een hele andere techniek ineens. What the f... Oh, man. Ben ik het net gelijk? Ja. What the f... Oh, man. Ben ik het net geleerd om het gewoon normaal... Zit je net zo van, oké, met mijn schouders. Hop, zo recht mogelijk met de schouders. En dan moet je nu... Juist. Precies. Nou, succes met nieuwe technieken. Kijk hoe die aan het golven is. Zo droog. Zo droog. Maar ik heb genoeg daarvan. In de regen met Formule Inters, Automobilista. Regenrijden wordt zoveel cooler vanaf 1.6. Daar ben ik heel erg op aan het wachten. Maar ik heb het gevoel dat iemand gewoon heeft geklipt. Alles goed met u? Dat was de clip. Met alleen... Goedemorgen, alles goed met u? Dat is zo raar. Ik heb geen idee. Oh. Als je dat tussen de buren back zet, soort, denk je ook... Ja. Huh? Oh, fucking... Oh my god. Niet doen. Een gelijk spel. De andere streamer games steken naast nog. Ja, dat was leuk. Oké. Okay. En dan doe ik mijn Als je dan voor alle me. Kanten genoeg, genoeg plekjes hebt. Het moet wel kunnen begrijpen wat voor game dit was. Zou je kunnen tegenhouden. Kon je kiezen of je west, zuid, noord of oost wou. Een Phoenix Blast. Oh my god. Wat komt er dan? Robin komt! Wat? Waarom was dat Robin? Dat was zo random. Holy shit, je bent een fiery phoenix. Waarom is... What the fuck? Marbles on stream is het nog altijd voor mij. Deze clip komt daar vandaan. En nou ja, Robin komt. Siza. Twee Sizers naast elkaar met één black hole ertussen. Oh my god. Kijk Robin. Holy Siza shit. Holy shit. Holy shit. Dat was voor toen heel groot. Kijk Robin vergeleken de normale marble. Kijk Robin. Wat zei je? Ja. Dit is Robin tegen Stefan. Oh my god. Oh my god. Heel veel... Is een beetje slecht verouderd. Dat was cool. Weer met Martijn. Gemaakt wordt. Zo! Nee. Met zijn rug. Dat vind ik zo mooi. The attention to detail.
Die Ette O, daar heb ik echt 1000 goals mee gescoord. Die Ette O, die is wel echt heel cool. Echo. Zo, wat een rensnelheid. What the fuck? Echo, every time, hè? Dus we gaan ervoor. Wel mijn selfie for good luck kijken. Oh, Robin heeft een nieuwe selfie. What the f... March 2023? Wat was je selfie? Ik dacht dat jij 5 december niet meer mocht lopen. Oh, je had een gezichtsmasker. Oh ja, is zo. Daarom zeg ik, ik dacht dat je 5 december niet mocht lopen. Zo'n zwart gezichtsmasker. Wat een droog clipje. Ik vind deze wel grappig. Ik ook. Voor de beer back dan, of voor dat soort dingen. E-voetbal, Robin. Good luck. Musker. Flabber. Gasted. Goeie naam. Knuckleshot free kick. Nagato. En dan stopt het. Cool. Met? Heeft die Marco ook knuckleshot of zo? Heeft hij ook knuckleshot of zo? Knuckleshot hier. Ja, wat hij heeft knuckleshot. Oh, vrienden. Ik kom helemaal achter een nieuwe dimensie van mijn team. Geen nagaan hoe lang het duurt voordat je alles weet voor je team. Deze man heeft knuckle. En dat betekent dat we dit doen. Met volle zekerheid. Met Roberto Carlos een miljoen knuckleshots doen. En hij... Is ook een eentje voor mij. E-voetbal. Di Marco. Knuckle. Weet die spelletjes. Daarna gaan wij samen Sackboy doen. Alleen dat werd heel vroeg copyright. God. Oh, maar dat lukt je wel net. Dat lukt je wel net. Hey. Had ik jou verrast? Ja. Ineens was je binnen. Ja. Al 5 minuten achter jou. Is muziek uit games copyrighted? Ja, zeker. Sackboy is full copyright. En Nintendo games al helemaal. En oude Need for Speed games hebben ze al helemaal copyrighted music. Die al, waar hun eigen licentie al verouderd is. Dat is waarom bijvoorbeeld als je een GTA hebt die bijvoorbeeld... hoe noem je dat? Heruitgegeven wordt. Definitive Edition. Dan is die halve GTA radio, die bestaat niet meer. Omdat ze niet meer de licenties hebben om hem opnieuw uit te geven. Ze hebben wel toen de licentie gehad om het toen uit te geven. Maar soms, of eigenlijk heel vaak, wordt er nu gewoon ook live audio en muziek weggehaald als de licentie afgelopen is. Ja. Dan komt er gewoon een kleine update van de game. Hadden ze ook al gedaan met de oude GTA games, Rockstar bijvoorbeeld. De originele games die je op Steam kon halen, waren al niet meer origineel. Omdat dus bepaalde muziek weg wordt gehaald. En dat mogen ze dan dus gebruiken voor een product, maar ik als streamer kan dat niet doen. Al die masterpieces van Rom Di Presco en Saki Kaskas van 20, 30 jaar oud zouden nu jouw VOD muten? Ja, tuurlijk. Au. Wat is dit? Dat is een mirror. En dit ook. Ja, maar waarom lijkt dat zo trashery? Because it is. Wow! Oh ja! Waarom jeet hij in mij? Waarom pak je dat ding op? Waarom pak je hem vast? Hij moet eruit. Die vond ik wel heel grappig. Vind ik zelfs leuk voor een intro-outro. Echt? Ja, tuurlijk. Dat kleine stukje. Ja. Dat is Sackboy rollende spooky. Wat een bullshit. Hoezo bullshit? Ik heb de rechten niet om dat door te streamen. Alle top 40 muziek heb ik de rechten niet voor. Dat is allemaal illegaal. Daar kan je allemaal flinke boetes van krijgen als het enforced dat wordt. Dat mocht je wel voorheen streamen, toch? Nee. Oh, nee. Dat heeft nooit gemogen. Nooit gemocht. Ik heb wel verkregen dat als ik een licentie van iets van 15.000 euro haal voor een jaar... Ja.
Dan kan ik alle top 40 muziek gewoon dat hele jaar. 15. Iets van 15k was die licentie. Ja. Dan krijg je toegang tot de meeste muziek, zeg maar. Maar dat hebben wij op werk ook. Ja. Wij moeten letterlijk betalen om muziek af te spelen in de zaak. Ja, tuurlijk moet je betalen om muziek af te spelen in de zaak. Dat is debiel. Natuurlijk is dat niet debiel. Waarom niet? Je maakt commercieel gebruik van iemands anders zijn muziek. Ja, maar... Ik bedoel, je mag het wel luisteren in je eigen auto. Ja, tuurlijk, want dat is persoonlijk gebruik. Dat is niet commercieel gebruik. Ja, nou, in de zaak is ook persoonlijk gebruik. Nee, tuurlijk is dat... Dat is, natuurlijk is dat niet persoonlijk gebruik in een snackbar. Ja. Dat is... Ik werk niet in een snackbar. Ik bedoel, net zoals als je het WK wilt doorstreamen. Dan moet je ook bij de NOS... Nee, je mag niet zomaar denken... Oh ja, we gaan dit café gewoon even groot doek ophangen. Ja. Daar zou je ook voor moeten betalen. Maar je mag wel gewoon met 20 man in je tuin voetbal kijken. Dat mag wel. Ja, dat mag. Maar waarom mag het dan niet met 20 man in een zaak? Omdat het dan commercieel gaat worden. Want dan hangt het aan het verkopen en verkopen. Dan moet je niks gaan verkopen in de zaak. Alles gratis. Alles gratis. Ik vond het uber chill toen het even mocht van Twitch. Het heeft nooit gemogen van Twitch. Het wordt alleen nog steeds niet geënforced door Twitch. Dus mensen doen het gewoon. Maar zouden technisch gezien een boete kunnen krijgen. Alleen dan zullen ze mogelijk hun VODs verwijderen. Om nooit erachter te komen. En ja, zo nu en daar, zo nu hier en daar mute. Maar dat mensen het doen betekent niet dat het mag of niet mag. Ja. Ik bedoel, op dit moment muten ze ook amper wat op Twitch. Alleen het mag niet. Het is illegaal. Dus mensen nemen die gok totdat er een scare komt dat de muziekbedrijven Twitch wel belangrijk vinden. En die gaan massaal alles muten of zelfs gewoon dikke takedowns gooien, met brieven gooien. En dan denkt iedereen, oh my god, het mag op dit moment niet meer. Maar het is niet dat het dan op dat moment niet mag. Het mocht al niet in the first place. Maar er wordt niet actief achteraan gekeken. Precies. Dat is een groot verschil met... Oh ja, het mocht de hele tijd. En nu mag het ineens niet meer. Twitch die mute dingen niet. Die krijgen van die bedrijven... die duidelijk geld... het is duidelijk van hun. Ik bedoel, als ik nu constant muziek afspeel... en ik ben gewoon met jullie aan het praten... dan wordt het super gezellig... met al die top 40 muziek. Nou, en als jullie dan de stream daar leuker van vinden... dan maak ik gratis gebruik van iemand zijn levenswerk... Mm-hmm. om zelf geld te verdienen in de commercie. Tuurlijk is dat illegaal. Ja. En je kan dan zeggen, ja, maar hun muziek wordt ook mooi gepromoot en zo. Maar je kan nooit gewoon... Er bestaat geen transactie, behalve als je dat hebt afgesproken met een artiest... van ja, dan promote ik het gewoon, zeg maar. Dat is niet een transactie. Maar dat bestaat niet. Op werk gebruiken wij Spotify. Ja. En wij betalen voor Spotify. Ja. En de inkomsten van Spotify gaan toch ook naar de artiesten? Nee, bijna niet. Nee. De artiesten verdienen bijna niks met Spotify. De Spotify neemt eigenlijk het meeste. En daarna krijgen de artiesten nog een klein beetje. Nee. De meeste mensen, zelfs best grote artiesten... die verdienen meer met OnlyFans dan Spotify, hebben we meegekregen weer. Ja. Zelfs die ene, die dat vrouwtje, zeg ja. maar... die haar voetenfoto's verkoopt. Omdat Spotify zo weinig verdient. Amy McDonald? En als je Spotify Premium hebt, heb je ook niet... Wat zit er voor nadelen aan als je het wel gebruikt? YouTube uploads? Alles. Het is illegaal, mate. What the fuck? Het is illegaal. Dat is de nadeel. Dus als je gepakt wordt, dan word je gepakt. Als iemand uiteindelijk je VODs kunnen checken, word je gepakt. Dan kan je boetes krijgen van 10.000 euro. Plus, alles, makkelijk. De nadelen is dat het illegaal is. Het mag gewoon niet. De nadelen is gewoon dat je illegaal bezig bent. Je bent een misdaad aan het begaan. Je bent een boef. Je bent letterlijk een boef. Dat is het grote nadeel. Dat mag niet. Heb je de licentie, dan mag het. Easy. En maar daarom heb je dus steeds meer streamer modes. Omdat ze wel willen dat de game gepromoot wordt. Met streamers. Want streamers die zijn heel goed in promoten van games. Maar ja, die streamers hebben niet de licentie van de muziek. Daarom doen grote streamers op Twitch zoals Summit1G... die doen ook al heel lang geen copyrighted music. Want degenen die het wel doen... die zijn gewoon elke keer illegaal bezig. En zijn gewoon boeven.
Ja. En ja, als je dan, als iemand dan ooit je archief zou kunnen pakken, mochten ze dat willen. Wie weet, gok je erop dat ze dat nooit doen. Maar ja, ik bedoel, als iemand illegaal wapens in huis gaat nemen, dan gokken ze er ook op dat die nooit gepakt wordt. I mean, dat is toch wat je doet als je illegaal bezig bent. Je hoopt dat je nooit gepakt wordt. Maakt niet uit wat je hebt. Als iemand, weet ik veel, noem eens iets illegaals. Waar iemand makkelijk dus bijna zijn halve leven onderdoor kan. Drugs. Een wietplantage in de basement dat niemand ooit doorhebt. Maar de business gaat goed met een wietplantage. Hij is al 20 jaar niet gepakt, die persoon. Mag het dan? Nee. En dan ineens, oh, ik ben gepakt. Ja, mag niet meer. Ja. Tuurlijk niet. Of iemand die bepaalde kosten ontduikt of wat dan ook. Ja. Mensen die belastingfraude plegen. Ja. Of wat dan ook. Of welke kosten dan ook. En je komt er altijd onderuit. En het, ja, dat kan gewoon. Want het werkt gewoon. Sommige mensen die maken zelfs daar dan de norm van. Die denken, nou, de wereld zit daar dan zo in elkaar. Nou ja, dan mag het nog niet. Het is illegaal. En ja, misschien word je nooit erop teruggepakt. Toen bij die eerste scare, omdat Twitch toen wel een aantal platenmaatschappijen kreeg, toen was er één guy die moest een boete betalen. Ja. Die hebben ze eruit gepakt, ja. Voor het goede voorbeeld. Toen kwamen er niet meer blauwe brieven of zwarte brieven of gele brieven, wat ze ook maar doen bij Warner Brothers Records. En toen ging iedereen het gewoon weer doen. Omdat ze dachten van, nou, ik hoef ook weer niet zo scared te zijn. Maar dat betekent nog altijd niet dat het mag. En als ooit een streamer zou zeggen, ja, maar het mag gewoon, het kan gewoon, het mag gewoon. Of in ieder geval dus echt dat het legaal is, dat is altijd een leugen. Het is altijd illegaal. Ze nemen gewoon het risico om hun streams mooier te laten klinken en gezelliger te maken. Gewoon puur met als tegenargument dat ze gewoon hopelijk nooit gepakt worden. Nou ja, be my guest. Doe dat niet. Straks mijn hele legacy weg als ik dat doe. Die gok wil ik gewoon niet wagen. Plus het is gewoon niet legaal. Of ze moeten dus een grote licentie hebben gekocht. Heb je een goede radiolicentie gekocht of iets? Dan kan je het gewoon helemaal allemaal streamen. Of van bepaalde muziekmaatschappijen. Twitch heeft nu voor DJ's een soort andere partnership. Twitch DJ partnership. En dan kan je dus legaal op Twitch dingen remixen. Kijk, ze hebben een DJ-program. En dan krijg je miljoenen nummers meteen toegang. Nog lang niet alles natuurlijk. Maar het merendeel van populaire nummers kan je dan live streamen. En je kan dan profiteren van mogelijkheden voor promotie en ontdekking. En dan kan je dus helemaal gaan DJ'en en zo. Het internet kan meer doen voor DJ's. Maar de percentages, wat naar Twitch gaat, wat naar jou gaat en wat naar de muziekmaatschappijen gaat, je gaat dus wel minder verdienen dan. Ja, ja. Want er gaat ook een percentage naar muziekmaatschappijen. En zo kunnen ze, kijk, ze hebben een DJ-subsidie. Zo kunnen ze wel, kijk, dat is DJ Jesse Jeff. Now this is the story all about how my wife. Dat is met Will Smith, Jesse Jeff. Die doet ook dat. Nice. Dus ja. Wat je ook maar hebt. Dus Armin heeft een radiolicentie of iets dergelijks, want die streamt ook alles. Ik weet niet wie Armin is. Van Buren? Ja, denk het. Denk dat hij dan bepaalde licenties heeft. Als hij zijn eigen muziek is, dan. Of het moet zijn eigen muziek zijn. Nee, want hij streamt alles, wordt er gezegd. Gewoon alles. En anders doet hij het gewoon illegaal. Just because. Sommige muzikanten doen het ook illegaal. Mike Shinoda, die maakte op Twitch maakte die allemaal muziek. Ja. Heeft hij albums van gemaakt en heeft hij gezegd, ik ga dit niet licenseren. Iedereen mag het gebruiken op Twitch. En dat heb je dus nu. Veel die gaan royalty-free muziek maken. Maar ja, als jij denkt van, nou, ik ga gewoon alles van Justin Bieber nu rachen. Daar wordt Justin Bieber niet blij van, hoor. Die mist zijn inkomsten en die verdient die inkomsten eigenlijk. Of als jij denkt, ik ga Justin Bieber afspelen. Nou ja, in ieder geval, waar je het ook maar commercieel doet. Gewoon niet doen. Het is illegaal. Ja, je bent dood. Nee, je zit erachter.
Je beweegt en ineens kom je erachter van dat ik voor mijn gevoel echt naar beneden viel. Ik snap dit niet meer. Oh my god, dat was zo funny. Ik snap dit niet. Holy shit, dat was grappig. Wacht even hoor. Wat is er? Nee. Nee, je bent aan het snappen. Omdat wij zelf alles moesten snappen en we hadden nog geen knop. Maar jij, we zijn te laat eigenlijk. Ja, ik zie ineens een hoofdje erachter. Nee, je zit erachter. It's only illegal when you get caught. Dat is de policy die sommige mensen als gok gaan doen. En dat is het moraal van het verhaal. Het is alleen illegaal als je gepakt wordt. Dat is de policy die mensen doen. Hoe gaat die 420 Blaze? How are you doing? Deze vond ik niet zo leuk, omdat die dus verkeerd getimed is. Zo, we hebben een baard. Een baard, Sinterklaasse baard. Maar goed, jij hebt veel meer punten dan mij. Dus jij krijgt weer een B. Oh, daar kom ik er net tussen, zeker. Oh, nee. Oh, perfect. Oh, dat pak. Je moet jezelf knuffelen. Hij ziet dat hartje niet. Dat is zo gek. Why? What the fuck? Ja. Sackboy, geen hart is voor mij een eentje. Oh, Thomas vond het een nul. Oh. Ik vond het wel leuk. In dit soort scenario is het ook heel dom, want het is 100% bewijsbaar. Nou, dat is dus waarom mensen het bewijs proberen te vernietigen. Sommigen streamen live en die halen dan de video's on demand weg, zodat je het nooit meer terug kan kijken. En dat is dan hun omweg om de livestream legaal te houden. Maar het is natuurlijk illegaal nog steeds, want ook live illegaal livestreamen. sommige mensen die halen de VODs niet weg, maar je kan in OBS iets instellen dat de audiotrack waar de illegale muziek op runt, dat die niet in de VODs te horen zijn. Dus dan kan je in ieder geval na de livestream kan je een legale stream kijken, terwijl ze dan live, wat moeilijker is om natuurlijk te pakken, is dan met allemaal illegale muziek. Dus ja, dan doen ze gewoon piraterij terwijl ze live zijn. Wordt toch niet uit de lucht gehaald. Maar alles wat je terug kan kijken, daar kunnen ze je niet op pakken dan. Want daar hoor je dan andere muziek. Of ja, gewoon copyright-free muziek of wat dan ook. Dat is hoe mensen dat dan dus doen. Dat is nog steeds illegaal natuurlijk. Maar in ieder geval kunnen ze dan niet achteraf gepakt worden. 15 bells. 15 bells for you. Op 20 maart, op Chester's verjaardag, hebben we dit gestreamd. Zijn we het kerst aan het zingen. Je bent de winnaar! Nou, we doen weer een item. Waarom? Je lijkt wel een zombie. Het stoer kunnen zijn. Ja, als je de mooie die zwaard zo vasthoudt. Dat mag niet. Is ook een eentje voor mij. Ik vind het gewoon grappig. Ja. Ik vind het gewoon leuk. Geen zwaard. Mozart is open source. Ja, volgens mij is Mozart open source inderdaad. Beethoven. Ja, Beethoven. Ja, op een gegeven moment als er 100 jaar overheen zit, dan is het sowieso gratis. Dan zijn er geen... qua video telt het volgens mij ook. En de eerste Donald Duck film van Walt Disney, die is nu legaal. De Steamboat Willie. De Steamboat Willie short film waar Donald Duck in speelt. Die is over de 100 jaar of zo. En die mag je dus nu ook voor commerciële doeleinden gebruiken. In reclames of zo. Of wat dan ook. Iets in die richting. Nou, 100 jaar leeft die persoon toch niet meer. Dus waarom zou hij geld moeten verdienen met zijn eigen werk? Wow. Nee. De AI. Daar vielen we. 1.44 reden we in de race. Netjes. Pff. Wat gaat hij proberen met die van Rockboy en mij te doen? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Oh my god. En dit is een ode aan R te zeggen. Waarom zeg ik dat? Dat vind ik een hele rare ode. Waarom zeg ik dat? Dat is out of context. Dat is niet in de context van dit clipje, maar is wel grappig. Ode aan erten. Ja. Mooi. Big time kaart.
Johan Cruijff. Oh nee, Johan Cruijff was een epic. Never mind. Hoppa! Oh, Wesley Snijder. Deze versie. Oh. Hoe ik daar ook door in mijn kamer loop. De WK 2010 Wesley moment. 2 juli 2010. Ik ben wel benieuwd wanneer die kwam. Oké. Okay. Ja, ik vind hem niet speciaal, het clipje. Nee. Zit niet echt een speciaal. Die heeft dat clipje daarna meteen gepost. Nog wel. Play yourself. Okay. Ach, dat je die verschrikkelijke playstyle proficiencies. Nou, dat was het. Nice. We hebben het alleen nooit gestart. Ik had een bos haar daar. Ja. Hier zien we al soms heb ik een bos op mijn hoofd. Thomas en RTP calculator hebben er meer dan mij. Ik begrijp nog steeds niet hoe dat werkt. En ik heb nog wel meer kills dan Henny Keumes. Daar ben ik blij mee. En ik had vet veel kills vorige week. Dus ik zou best wel geboost kunnen worden. Want ik begon heel goed. We doen 23... Nou, dit is gewoon om te kijken. En je moet al die autootjes, het verkeer moet je dan ontwijken, zeg maar. Maar je gaat elke keer bochtje om. Nou, oké. Okay. Werner, dankjewel. Dikke particles. Bassie killt ook Bas. Hey, The Last of Us. Bassie gaat los. Bassie gaat los. Daar begonnen we mee. Werner schiet hier straight jacket neer. Laat zijn lichaam door midden knallen. En dan hebben we hier Bassie. Oh, de ontwijker Rita's Hero van Bassie. Helemaal bovenin. Oeh. Helemaal bovenin. Hij gaat weer terug... In de tornado. Weer ontwijkt hij iedereen. En wordt het Werner of wordt het Bassie? Wow! Hij schoot Bassie hem. Bassie leek hem letterlijk te gaan killen. Maar Werner, die voor 20 games zeg, heb je nog contact met Timo en die gekke Belg? Gekke Belg. Schoot hij zijn laser af. Contact met Timo? Als die Timo die is nog around you. Dan had Bassie hem gewoon gepakt. Boom. De game hier ook. Ergin? Oh, yo, die Ergin in Age of Evil, ja. Eruit. Dat waren echt van die halve garen. Hier gebeurde volgens mij iets grappigs, een glitch. In de remaster van The Last of Us. Tuurlijk gaan we ook Left Behind spelen. We gaan het allemaal uitspelen. 100%. Ik beloof jullie. Niet vandaag, maar wel in de komende tijd. From time to time. Nee. Zo! Fucking vleesdeel. Om omgeving te blokkeren, zodat de kijkers zich concentreren. Nou, goed geklipt, never mind, het gebeurde helemaal niks. Ho! Volume op een veilig niveau te houden en gehoorschade te voorkomen. Dank je. 4. Maak gebruik van geluidsisolatie. Als je in een openbare ruimte een karaokeavond organiseert... Oké. Het kan het moment zijn... Hij gaat finishen! Op de eerste plaats! Het record komt dichter en dichter en dichter bij. Daar weer iemand. En gejinxed. Spoelbot! Weer gejinxed. Nog te doen. Oh my god. Henny Keumes wint de tweede race. En... Oh jeetje, Henny Keumes. Damn, baby. No. Het Henny Keumes Award is weer eens voor Storm. Storm die... Ben er al sinds voor de Last of the Serie member. Wanneer was dat? Ja, dat is wel 12, 13 jaar geleden. Kill the real Dolit. Samov is ook een unit, joh. Ja, dat vindt Thomas ook altijd zo grappig. Oké, get to yourself. Get to yourself. What the fuck gebeurt hier? Wat is dit voor black hole? De black hole is in de lucht. What the fuck? Waarom is die black hole zo hoog? Wat is dit? What the fuck is dit? Daar ging Thomas dikken. En Space Traveler, die We have a winner. Duidelijke praat. Duidelijke praat. Black hole. What the fuck? Dit is de voor of zo. Oh, ja, dat is het hele einde. Ja, ja, ja. Ik vind het een leuk einde, maar nee. We gaan weer verder met The Last of Us. Zal er ooit een tijd komen dat Robin niet bang is in de game? Oh, dat is minder goed. Nu speelt Robin. Minder goed dan een buizerd.
Een buizerd. Dikke buizerd. Misschien dat is een dikke vogel. Hier nog iets. En anders hier niet zomaar doorheen lopen, want hier heb je wel die trip. Oh nee, ook niet. Ook niet meer. Oké. Okay. Oh, die tripwire. Oh my god. Man, ik schrok daar zo erg van. Toen die er doorheen liep. What the fuck? Daar hadden we het over. Dit is wat de microfoon deed. Jezus, wat dat geluid hè. Die microfoon gaat helemaal stuk. Nou, die tripwire is daar ook weg. Oh, die tripwire is daar ook weg. The Last of Us Part 1. Tripwire waar. Mijn god. Hier niet zomaar doorheen lopen, want hier heb je wel die trip. Oh nee, ook niet. Ook niet meer? Nee, ook niet. Oké. Okay. Hebben ze zichzelf opgeblazen of zo? Alweer. Man, ik schrok daar zo erg van. Toen die er doorheen liep. Wat de fuck? Ja. Nu zag ik hem. Ik opgeblazen of zo. Op de, aan de daar zo erg van, toen die ik zag het lijntje niet hier. Ja. Wat de fuck? Ja. Ik wil die mogelijk in de intro of outro. Oh, ik had hem al. Ik wil hem mogelijk in de intro en outro met twee stukjes. Tripwire. Oh, er is geen tripwire meer. En dan dus dat. En dan jou. Dat gewoon heel, heel kort, zeg maar. Ja. Volgende les, dus. In, zeg maar, Durb Games. Is Silent Hill niet wat voor jou? Oh, dat is nog enger. Oké, dat is niks voor... Dipshit? Ik zie ik hoor, hier dipshit. Geen zin in. Dat? Ah. Oh, oh, oh. Ja. Oh, oh. Ik kan dit toch helemaal niet, jongens. Het is en donker. Zoveel zin in. Nee. Nee. Oh ja, die wezens. Oh, hey. Stalkers. Yeah. Bitch on the table. Bitch on the table. Ready to get fucked. Waarom blijft ze daar zo? Excuse you. Ready to get fucked. Excuse you. Je voelt mij niet aflaten. Ja, want jouw angst was echt legit weer verhoogd daardoor. Omdat jij schrok. Moet je jouw gezicht zien, joh. Excuse you? Oh, hun zien dat niet, maar... Excuse jij dan. You? Daar zat echt een angst in jouw gezicht. Zou ik die doen? Ja. Afleiding. Dat is hoe ik hem noem. Wat een getype. Nieuw idee als je een eng spel gaat spelen. Doe dan een hartslagmeter om. Je bent echt fantastisch. Want ik ga dat niet zelf kopen. Maar als iemand dat ooit wil zien. Is dat een hele goeie om op mijn throne te zetten. Op mijn wishlist. Dus als je dat in mijn suggesties wil gooien, wishlist for throne. Ja, als iemand dat dan ooit wil zien, dan kan hij dat doen. Want het is niet iets waar ik qua richting in wil. Maar mocht iemand dat echt zo graag willen, dan zouden we dat wel kunnen doen. Ja, jij? Ik? Ja, jij gaat dan eng spelletje spelen. Je wil mij echt dood hebben. Nee, ik wil je hartslag zien dan. Nou, 180. 180! Dus dat zou wel een slimme suggestie zijn. Eventjes DriftKings, Fast and the Furious. Wanneer Vin Diesel geen familie heeft. Het is zielig dan wel in de tunnels, hoor. Oh ja, dat was mooiste mini-story aan de Last of Us Part 1. Het was een Automobilista-video. Wat gebeurt hier dan? Ik heb een Automobilista-TikTok geüpload. En iemand waar drift. Iemand, de, onder de dankjewel, baan Thomas. Viel in Silverstone. TikTok.com. Nou, oké. Okay. Zelfpromoot. Wat gebeurt er? We hebben 10. Oké, okay, dankjewel Tex. Tex, waarom heb je dit gedaan? Of jullie moeten ready-uppen natuurlijk. Dat kan ook. Maar we... Is
Skip deze. Waarom? Wat heb je hier geklipt? Nu wil ik hem alleen maar zien. Maar zo random weer. Waarschijnlijk vroeg ik wat en kreeg ik reclame. Oh. Oké. Okay. Dan ga ik. Oh, wat een dribbel. Overtreding. Oh, knuckleball ja, free kick of zo? Ik heb een knuckleball gemaakt, Space Travel Art, voor jou. Die Marco free kick. Die jij weg was. Ja, nice, daar is hij, daar komt hij. Oh, love it, love it. En ik ga nu een vrije trap van ongeveer 50 meter scoren voor jou. Het is een knuckle shot. Bro, ik ging precies hetzelfde zitten. Ik, precies hetzelfde effect. Ja, het is net als hetzelfde persoon. Ja, ik, persoon. Ik ging dit doen. Space Travel Art voor jou, speciaal, Robin. Toen jij weg was. Na dat schot. En ik ga nu een vrije trap van ongeveer 50 meter scoren voor jou. Het is een knuckle shot. Ja. En ik doe het daar ook. Hey. Holy shit. Wat nonchalant, hè? Ik was gewoon aan het reageren. Ja, ik ga voor jou even vanaf ongeveer 50 meter ga ik scoren. Het is een knuckle shot. Ik vind dat zo droog. Die komt ook ergens in de intro-auto. Ik moet even kijken hoe en wat. Oh, je hebt nog later weer teruggeklipt. Holy shit, je bent gewoon geen sub. Hoe heeft hij jou niet... Ik schrik me dood. Timbe Music. Crazy. Crazy. Gebeurt verder alleen niks. Gebeurde hier niet een bug of zo? Een glitch bij die scène? Marlene set us up. Why the hell are we smuggling an infected girl? Oh, omdat we een andere skin hebben. Ze liet haar arm niet zien. Kijk, met een andere skin. Look at this. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. Look at this. Look at this. Gewoon puur shirt, omdat we een andere skin hadden. De meest impactvolle scène, dat ze haar wond laat zien. En dat het nog steeds niet infected is allemaal. Nou, hun gaan er wel in mee. You better explain fast. Look at this. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. Ik vind het zo grappig. Look at this. Een nul? Man, dit is een van de grappigste van de avond. En hij gooit hem op nul. Look at this. Look at me. Hater. Thomas is een hater. Timber Music zal wel in Mexico wonen inmiddels. Nee, het is volgens mij al heel lang uit met zijn vriendin. En nu wil hij in andere landen wonen, volgens mij. Volgens mij Zweden, Tsjechië had hij een lange tijd een stint. En Zweden nu. En bepaalde andere landen. Hij zit nog steeds in de Discord te chillen en dingen te doen. Sander voelde zich machteloos, maar hij bleef zijn best doen om de klanten te helpen. Hij hield ze op de hoogte van de status van hun bestellingen en bood excuses aan voor de vertraging. Hij begreep dat het belangrijk was om klantgericht te blijven en klanten het gevoel te geven dat hun zorgen serieus werden genomen. Toen de vertraging uiteindelijk was opgelost en de pakketjes werden bezorgd, kreeg Sander een aantal bedankjes van klanten die zijn blij waren. Waar gaat dit over? Doei. Dat 31 is heel views. Apart. Dat zie je niet vaak. Dat zie je niet vaak. Degene die de minste damage heeft gedaan is echt een sukkel. Ja. Train duwt 0,50. Oh. Volgens mij dacht je dat jij zelf dat was. Ik las het voor van iemand in de chat. Ja. Ik denk dat Baten was die dat zei. Want dat is echt iets wat Baten zou zeggen. Maar het was Baten dus niet. Dus het was extra grappig dat hij iemand anders nu een sukkel heeft genoemd. Oh, yeah. Dus Baten die wou gewoon over zichzelf zeggen wie de minste damage heeft gedaan... is een sukkel. En uiteindelijk bleek dat iemand anders te zijn in de lijst.
Dus dan scheld je ineens iemand anders uit. ...9 april was de dag dat zijn relatie uitging. En daarom was hij midden april weer aanwezig in 2023. Oh god, ja leuk. Ja. Nou, hier zijn we al deel 2 aan het spelen. Oh damn, Dina. Damn, Robin. Wat wordt er gezegd? I hope it's a sex den. Oh. For his sake. Oh. Oh damn, Dina. Damn, Robin. Of het is een wietplantage. Ik zei het. Dat is zo zonde. Maar Eugene, man. Mag ik dit nou ook in de fik zetten en hoor je dan ook make it zoveel bon- clips gemaakt van Last of 1? Nee hoor, val wel mee. Dat was mijn alles. Blikje en zo allemaal. Oh ja, je hebt gelijk. Ja, die zijn er niet meer. Die zijn dan weggehaald. Dan moeten we die ergens anders vinden, jouw blikje. Ja, dat is toch echt alles. Blikje tegen de muur en van die klikker af. Oh, dat gebeurt hier. Of niet? Oh nee. Was dat misschien deel 2? Blikje? Nee, dat was het niet. Was in de oh, ah. Ik heb veel plek, dus we gaan. Maar misschien is die later geklipt door jou. Weet je wel, 2 weken later. En hopen, ja, dat die persoonlijk is geklipt. Let's go! Vinicius Mitoma of Mahrez. We kunnen momentum dribbelen hey, testen. Nick. I see you, man. Vinicius, done. Klaar. I'm done. I'm done. We hebben Vinicius. Vinicius Junior, I'm done. I like to use options with chat and stream button. Ja, ging niet goed, hè? Close, I do a- met Vinicius. Je bent wel echt mijn jeugd. Ik zat maar eens weer op Twitch te kijken. Insane Heart. Let's go. Ook een nieuwe PC meteen, Thomas. Ik denk dat ik ga winnen ook. Ik ga hem winnen. Nou, te veel jinx anders. Godfather can't kill baten en die UFO's die zitten met elkaar te seksen. Huh? Nou, er is gewoon 1 UFO onder water. Ik bedoel, onder de grond. Kunnen we die ook nog spotten onder de grond? Wacht even, jongens. Nee, hij is echt weg. Oh my god, ik mag niet meer. Oh my god. Oh, ik mag wel weer. Oké. Okay. Geen idee. God. Langs de UFO's, dikke battlezone. Ook echt een dikke knoepert van een balhero uit elkaar. En hier is Godfather Ken. Maar hij mist. NL Hero. Henny Keumers is voor Duitsland. Noro is voor Duitsland. Maar Godfather Ken die verschuilt zich gewoon onder de UFO. En ja, daar is NL Hero onder de UFO. Oké. Okay. Waar is hij? Zijn allemaal hier links. What the fuck is dat? Ach. Ja. Dat is Jessie. Oh. Zij schrok zich helemaal dood. Helemaal in die spanning. Ook. What the fuck is dat? Ja, ook echt jouw gezicht, jongen. Jij staat zo strak. Kijk dan. Ja, ik kan niet tegenaan. En dan zie jij ineens een bruin puntje zo meteen in de hoek. Wat denk je daar? What the fuck is dat? Dat is Jessie. Oh! Kom op, dat leek echt. What the fuck is dat? What the fuck is dat? What the fuck? Dat is echt heel grappig, vind ik. The Last of Us Part 2. Jessie Blobje. Een Jessie Blobje. Kijk, we zijn Joel weer in deel 1. Heel very special. Sinds later is de shit geklept. Ja. April gaat langzaam. Oh, nou, voor mij gaat april heel snel. Dan ja. Doe je misschien toch iets fout. Oh, ik speel de hardcore mode. April goes quickly for me because you make it go very... Oh. Nee, oké. Okay. Nou, dit was wel niet later geklipt. Is de D van mijn T, zeg maar. Waar.
Vind je dat mooi? Nee. In geloof? Nee. Ben je dan meer voor Team Abby? Nee. Oké. Team Ellie. Team Ellie. Team Ellie. Team Ellie, ja, dat is die. Oh, domme. Ja, die Baba. Oh, kijk, katje. Dat is heel droog. Ah, katje. Je was zo happy. Ik schoon. Ah, katje. Nee, je richt je geweer in dat katje. Je doet gewoon haar katje. Omdat die zo anders is dan sommige andere clips. Anders krijg je alleen maar van die glitches en van dat ding. Lijkt me heel grappig om dit zo te doen. Ah, kijk, katje. Dat was ik trouwens die dat zei. Ja. Ah, kijk, katje. Dat is ja, zo te... Jij was degene die dat zei. Ja. Ik sloot erop. Ja. Jij kijkt mij ook zo aan. Leuk. Die is heel leuk. Die is echt amazing. Dat is dus intro waardig. Nog kans op Rashford. In één keer. Kom erop. In één keer. Het staat nu in zwart. Ja! Dat was gewoon in één keer. Dat is een van de beste. Die heb ik nog steeds. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Let's go, boys. Daar is hij ook. Yes! Wat een impuls. En hij heeft ook nog eens blonde haarstrookjes. Wat zijn andere versie niet heeft. Alle andere versies hebben dat niet. Leuk detail. Euro. No message. Oh, er zit geen tekst bij. Ja, want er stond no message onder zijn naam. Ik ben zo gewend dat iedereen er wel iets van een tekst bij plakt. Dat Thomas ziet zijn naam weer. Ik dacht even dat de text-to-speech ging weer verzuipen, maar... Oh. Het was gewoon no message. Even kijken wat hier gebeurt. Kom terug. Kom terug. Nee, daar had ik echt een hartverzakking. Oh. Die originele clip dan. Ik heb soms wel eens hartpijn gehad dat ik dacht dat ik dood ging. Met die thunder. Vond je die leuk? Nee, ik hou niet van thunderscare. Oh ja, Robin is echt anti-thunderscare. Twitch clips. Wat er nou... Love it, Rocket League, een snelle Nick. Clip gemaakt. Gewoon nog gewoon een vlag gebruiken, toch? Oh, oh my god. Je hebt gewoon... Dit is toch wat ik net heb gekeken? Is Thomas met een clipje. Oh, ja, ja dit is net wat ik heb gekeken. What the fuck? Oh. Waarom clip je dit alweer? Kom terug. Ik schrok weer. Ik moet nu hier een clip van maken. Oh my god. Niet clippen. Nou, oké, dan wordt dat wel een clipje. Doordat ik er nu voor de derde keer op reageer, is hij wel leuk genoeg, hoor ik in mijn oortje. Ja, maar hij wordt nu nog een keer gedaan. Wordt hij nog een keer gedaan? Ja. Oh, ik dacht voor opslaan. Dus nu heb je een clip? Van een clip, van een clip, van een clip. Van een clip. Jezus, daar kan ik toch niet bij houden. Tot nu toe. Maar hij heeft nu... Oké, Henny, kijk eens wat gebeurt er. Ja hoor! Matches. Shit, 41-45. Ik weet niet in wat voor hoek en wat voor kracht jij poept, maar, maar het is nog altijd shot. Wat? Ik ben een aap. Oh, ik ben een aap. Oh, ik ben een aap. Dat was jij. Ik ben dood, joh. Was het? €25,00 voor de 250ste marbles. Ik ben zo trots op je en ik hou heel veel van je roodhart. Oh, lieverd. Stok. Vaag Junior heeft een clipje. Je moet joinen. Maar join?
die freaking race. Oké? Okay? Tim, dat is een ouwe. Join die freaking race. Oké? Oké. Nooit gezien. Jongen, je hebt maar het zelf meegemaakt. Die freaking race. Oké? Okay? What the fuck? Camera ja. Oh, ingezoomd. Beetje wel, ja. Beetje wel. Dan kon ik hem nog wat dichterbij doen. Ja. Nu jij nog. Nee, niet vandaag. Ik kan hem ook niet zoomen, namelijk. Ik moet dan die zoom weer hebben, dat ik mijn webcam kan verplaatsen. Dat gaat ook gebeuren, maar dan moet ik eerst hier doorheen. Maar join the freaking race. Is wel een goeie. Is gewoon een goede reminder van hoe je moet marbles. Real Dolit op de eerste plaats. Wil je een telefoon? Kan je zeggen. Want we gaan ook even naar het kampioenschap kijken. What the fuck? Oké, let's go. Op dit moment moet je 105 punten nodig hebben. Nee, 112 punten moet je hebben. Oh. What the flying? Hè? Jezus, die lach. Heb je mij overgenomen, Lila? Ja, ik heb jouw schelle lach. Die heb ik overgenomen. De schelle. Schelle, scherre? Ik weet het even niet meer. Oké, okay. MOS, text to speech. Wat was het? Japan editie? Hoezo is zij er nog? Dat was bij de 25 euro van Robin niet. Oh ja, omdat dat weer een andere is. Oh fuck, ik moet ook natuurlijk in OBS resetten. Dus je hebt de Japanse had je nog. Nou, dat was een hele speciale. Boom. Dan waar niemand in komt. Oh, alleen Jas zit nu in de Battle Dome die echt heel groot is. Jas wordt hier wel geraakt. Battle Dome complete. Hier wordt hij ook geraakt. Nou, Jas, ik weet het niet hoor. Je bent een kleine broertje. Oh, dat was een goeie. Gaat hij hem dan toch pakken? Oh my god, kijk dan wat hier gebeurt. Kijk dan wat hier gebeurt. Gaan ze elkaar dan toch pakken? Hier is Stray Jacket 010. En hij wil eroverheen. Maar Jas, die pakte! Damn. Bobot killed Robin, Bas killed helemaal Luke, Godfather King killed Bas, Bobot killed Storm, NL Hero. Zag je dat? Gaten, joh. What the fuck? Zag je dat? Ze waren zangerines, waren zij. Ze waren al zangerines, dat... Eie. Godfather King, die vliegt eruit, zelfs met deze Rolling Hills, wat iets groter is. Bassie, die kan hier gaan... Semaf ligt er al uit, joh. Oh... Bassie die probeert nog steeds Spooky te killen. Dat lukt hem bijna. Stop. Bassie. Oh, Domir killed Henny Keumus. Die ging er even langs en killed Henny Keumus. Hier zien wij een slagveld. Dit staat bekie. Waardoor het gaat tussen Jasper, Domir en Bassie. Nee. Ook niet. Je good games zeg. Zeg je dan ook dat met die klank? Dus ik dacht van, dat kan toch helemaal niet? Imagine dat. Als je nu leg ik weer die oude clip yo, uit. Bro. Nou, in ieder geval iedereen. Well played. Infection. Invested? Hey, ja. Invested. Die ben je ook al ver. Goed, Amerika. Geïnvesteerd. Zoals investation. Daar is hij. Goed gedaan. Ik wist niet eens dat er een was. Oh! Nou, je hebt hem perfect gesteld killed. Holy shit, ik ben trots. Ik wist niet letterlijk dat ik ervan schrik dat ik hem pak. Letterlijk. Ze was gewoon aan het buttermashen of zo en daardoor had ze. Ja, want ik wilde naar de kluis. Oh, je wou de kluis openen met driehoekje. Maar met driehoekje doe je ook stealth kill. Invested? Hele... Invest is gewoon goed, Amerikaan. Geïnvesteerd. Zoals investation. Daar is ie. Oh ja, ik zie het, ja. Goed gedaan. Jouw hoofd. Daar is ie. Goed gedaan. Geïnvesteerd. Nog één keer. Investation. Daar is ie. Goed gedaan. Ik wist niet dat er een was. Oh. Nou, je hebt hem perfect gesteld killed.
Nice. Ik ben echt een goede gamer. Je bent zo'n goede gamer dat je gewoon goede dingen doet zonder erbij na te denken. Sick. Het gaat gewoon allemaal zo maar makkelijk. Maar we missen ook die Nani-clip. Nani? Ja, dat hij die clip ineens naar het ding keek. Ja. Die is niet geclipt. Wel? Nee. Dit zijn alle clipjes. Nee, maar die is letterlijk geclipt. Ja. Maar dit zijn alle clipjes die op dit moment beschikbaar zijn op Spooky16L. En van mijn kanaal. Dit zijn letterlijk alle clipjes van mijn channel. Misschien komt die later nog. Later genoeg niet. Het zou kunnen. Anders moeten we even een kijkje nemen verder. Om hem alsnog te pakken, weet je wel. Per ongeluk. Anders moeten we gewoon even kijken verder. Of hij ergens toch nog tussen staat en dat we toch wat clipjes missen hier tussen. Damn. Klik. That's a tough one. Oh. Dit is de Nanny. Ja. Dit is hem. Hoe die klikker reageert, zo droog. Is ook een TikTok van gemaakt. Mijn hoofd. Die keek naar het licht. Dat zag er zo grappig. Die is wel echt leuk. Die is heel goed. Ik zou hem in de intro en outro doen. Ja, want dat, ik hoef alleen maar dat nog niet eens... Na dat richten, zeg maar. Dit kan een heel makkelijke opvulclip zijn. Ja, daar had je toen die TikTok van gemaakt. Klopt. Maar ik kan dus ook heel makkelijk gewoon wanneer je richt... en dan puur die reactie en boom. Ja. En dat is het. En onze haha, bijvoorbeeld. Ja. En dan heb je echt maar 2, 3, 4 seconden of zo. Nani. Dus ja, die komt wel ergens dan. Maar dan natuurlijk zou ik alleen dit gedeelte doen zo. Ik zou alleen puur dit doen. Dat. En dan weet je het zelf, weet je het wel, hoe het ging, zeg maar. Voetbal. Is leuk, knuckle shot. Ik zou het zelf liever willen dan wat ik nu de laatste 5 keer heb. Maar inderdaad niet helemaal wow. En dan moet je het ook nog eens leren gebruiken. Twente. Kom je U20, joh. Hier gaat niks gebeuren, denk ik. Nee. Oh, ik doe gewoon boom. Pegel. Man. Nieuwe Twitch drop zing. Nee, onzin. Misschien deed hij in het echt nooit hakjes, dat hij daarom niks heeft daarin. Maar it does help me. By a lot. Oké. Okay. Oh. 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 Dat is die layout die we net nog hadden gepakt in het andere clip. Oh nee, niet. Het is een play of the week. Layout, maar de AMF... Nee. Leuk dribbeltje. De double touch. De triple double touch. De triple double touch. Wow, je liet mij bijna zo raar typen dat ik hele andere dingen ging typen, omdat jij de triple double touch zei. Of misschien dat was deze, toch? Ja. Karaoke variant. Oh, jij was erbij. Gaat hij het doen? En dat mag wel, karaoke variant? Ja, dat mag vaak wel. Als je het ook, als je echt een cover maakt van een nummer. Waarom mag ik dan niet? Dat gaan wij doen. Zingen? Jij mag zingen. Oh. Dat gaan wij doen. Dat jij zingt. Weet ik. Doe maar. Een applausje voor... Oh, oké. Okay. Keihard meezingen, copy-paste. Hij zei het eerst in een andere chat. Ja. Kijk, Mr. Tuning deed Rocket League. Holy shit. Dus dat is ook een highlight voor mij. Dat wij dik voor de release van Rocket League al mochten spelen. Ja. Vond ik echt heel leuk. Auw. Oh, grapje. Jan en Piet zitten samen in een café. Jan roept. Een rondje van ikke, zegt Piet. Nee, dan... Oké. Okay. Nice. Huis staat, nice. Goed geklipt. Oh, nee. Wat is de endgame dan van de Sims? En applaus. Blijf leven tot je doodgaat. Blijf leven tot je doodgaat. Is dat niet een beetje hetzelfde als in het echt? Ja? Waar gaat dit allemaal naartoe? Top 2. Nee. Veel livestreams, hè?
Ja, vroeg ik al. Ja, je hebt elke dag heb je gelivestreamd. Ja, maar voor jarenlang. Jaren. Kijk in de camera serieus alsof je het meent. Jaren. Nou, heel boos. Get ready. Get ready. Nog drie. Darkness. Nee, darkness, dat is... Metallica. Metallica? Oh, darkness. Impersonate me. Oh, ja, grappig. Want ik hebben wij. Toen waren wij net bij Metallica. Ja, ik zie het. De persoon. The one and only. The double winner. Ja, jij drukt op het knopje. Ho. Goed zo. You did it. Goed gedaan. Holy shit. Livestream is moeilijk hoor. Holy shit. Livestream is echt moeilijk. Je hebt het wel gewoon gedaan. Hele armen zijn uit. Toen waren we bij Metallica concert geweest. Yeah. Gaan we volgend jaar naartoe? We gaan volgend jaar naar Linkin Park. De coverband. Pinking Lark. Alright, laatste clipje voor vandaag. Wat zet je onder lijn? Mezelf. Jezelf? I'm gonna die. Hoor je die drukmuziek ook? Gewoon hele erge. Nee, ik hoor eigenlijk helemaal geen muziek. Oh. Jezus, lieverd. Ja, lieverd, ik kijk net naar die fucking ambulance, hè? Sorry voor de echo als jullie wat meer echo horen, maar wij doen de muziek wat harder. Voor wat meer angst. Voor wat meer angst. Ja, want ik heb nog niet genoeg angst. Elke keer als ik mijn speaker de volume beweeg, dan hoor je zo... hoor je me even zo kraken, weet je wel? Dan? Daar schrok zij van. Wat zeg je? Is dat leuk? Nee, dat is niet leuk. Zij zo... Nou ja, Ellie vermoorden staat hier, Last of Us. Kijk, Last of Us Part 1 staat er ook nog tussen. Oh, maar dat ben ik mogelijk weer. Zal ik eventjes dubbel checken wat er de komende tijd allemaal komt? Oh ja, Flapje Pap heeft de stream starting dingen. Kijk, hier is hij. Kijk, je hebt hem later geklipt. Hij is de 17e van mei pas geclipt. Voor de mensen die hem nu al willen zien. Vooral deze. Hey Ellie. Hey Ellie. Hey. Look at this. Maar ze keek ook echt naar mij en doen echt zo. Dat is waar Robin naar op zoek was, naar die. En ja, dat is een beetje hetzelfde als wat ik met die DiMarco vrije trap van 45 meter, weet je. Gewoon met die zelfvertrouwen. Maar hij valt alleen een beetje andersom. Ja, ik moest die ding raken. Even maar even. Dat kan niet. Oh, kut. Okay, dan heb je alsnog een checkpoint safe, zeg maar. Oh ja. Oh ja. Oké. Okay. Ja, probeer maar. Ik probeer het gewoon. Ja. Zie? We broken de hele camera. En jij ziet, omdat je alleen maar bezig was met hoe effectief het was. Yeah. Maar dat was helemaal niet mijn doel. Maar we hadden allemaal pipebombs achter elkaar gelegd. Waardoor het een soort domino day werd. En dit is wat de camera dus deed en hoe het klonk. Oké. Okay. Ja, probeer maar. Ik probeer het gewoon. Ja. Zie? Holy shit. Wat was dat? Die staat er nog gewoon casual. Maar dus je hebt hem later geklipt. Ja. We zijn van 1 januari 2023 naar 1 mei gegaan. Werd minder geklipt. Ja. Werd minder geklipt. Zullen vast wat funny moments weg zijn gegaan. Maar nu zitten we officieel op bijna anderhalf jaar dat we nog doorheen moeten gaan. En I like that.
1 mei 2023 is waar we vandaag eindigen. We moeten er doorheen. Nu komen de snaps weer wat meer van Thomas. Dat betekent dat er meer funny moments van de laatste anderhalf jaar zijn. Natuurlijk krijgen we ook de hele Remedy playthrough. Aan het einde van 2023. Wat echt de beste gameserie ever was om doorheen te spelen met Robin. Robin haar eerste keer. Alle Remedy games. Wat echt super geniaal is. Game of the Year natuurlijk voor mij. Dus ja. Voor jou ook. Oh, voor ons Game of the Year moet ik even zeggen. Wij gaan dat allemaal meemaken. Allemaal leuke clipjes nog. En dan uiteindelijk hebben we een leuke selectie van wat er mogelijk in de intro en outro komt. Maar we moeten nog een paar keer dit soort streams doen in ieder geval. Dat sowieso. Helaas was Microsoft Flight Simulator niet toegankelijk vandaag. Want de servers lagen eruit. Dus we switchten het even naar 2 dagen achter elkaar clipjes kijken van vroeger. En ja, zo komen we steeds meer in de buurt en hebben we steeds meer genoeg clipjes. En kunnen we een beetje door met de herindeling van alles qua dit livestreamen. Waar we natuurlijk met alles ook bezig mee zijn. Op technisch gedeelte, op creatief gedeelte. En dat vind ik leuk om weer wat cools weer terug te createn en terug te maken. Thank you for watching. Thank you for the socialiteit. Thank you for supporting. Waar je ook maar vandaan keek. En ik hoop je de volgende keer weer te zien bij een nieuwe livestream. Shoutout naar gewoon Robin hier achter mij. Die goed heeft geholpen. Dat vind ik heel lief. En ja, see you next time bij een nieuwe livestream. En thank you voor ook alle nostalgie dingen. En dankjewel voor het volgen. Mama got pegged. Damn. Waar je maar van houdt. Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je maar. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? What the fuck? Hij klopt heel hard. Oh shit, ze komt. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Put your gun over the bridge, Sergeant! Oh, je zet Piet. Wow, skip! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get down! Ow, 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 ow. Die animatie, please! What? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik de... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Waar? Oh. Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Pas op voordat je het door ziet. What the hell? Daar gebeurt niet aan mijn scherm. What the hell?
Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja, dat hielp ook nog. Wat doe ik? Waar ben ik? Wat? Wat doe ik? Oké. Nice. Ja, Rijnbouw. Het is een spel. Oh. Oh shit. Hoe kreeg je dat voor? Dat is insane. Kunnen ze dat opgestoken? No, ik heb hem gedaan met mijn flerken. Relax, jongen. Oh. Kom af, ook zee. Nee. Wat? Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.